Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Een hele goede dag. Daar zijn we weer zonder Ruud. Die is op vakantie, maar gaat zich er wel mee bemoeien. Heeft nog een vraag ingestuurd. Zonder Robert de Boek is in Madrid. Maar ja, de directie van Sparta zit hier. Gaan volledig open kaart spelen met Manfred Laros en Gerard Nijkamp. Fijn om jullie weer eens aan tafel te hebben. Hier kijken jullie naar uit, hè? Al maandenlang. Maanden. Ja, hè? Ja, jullie waren ook. Ja, ik kijk hier ook absoluut naar uit. Zoals afgesproken, twee keer in het jaar, Anton, zoals jij denk ik inmiddels ook alweer herinnert, zitten wij hier. Dit was sneertje 1. Ja. Komen er meer. Ik zal beloven niet al te cynisch te worden, maar... Nou, jullie waren lekker op tijd. Leuk om hier te zijn. Ook gezellig, toch? Nou, dat is sowieso. Ja, we hadden geen koffie en gebak nog, maar dat kunnen we misschien nog gaan regelen. Jullie waren er hartstikke vroeg. Jullie moesten het gebouw openen bijna, dus... Mooi. Goed, hè? Ja, leuk. Je hebt een heel lijstje voor je, Anton. Ja. Alleen maar belangrijke vragen, denk ik. Dubbelzijdig. Nou, ik heb ook zoveel vragen binnengekomen, jongens. Sparta leeft. En zo kan je het ook zien, hè? Dat is mooi. Dus we gaan lekker snel beginnen. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Jullie zijn ook uitgeslapen, denk ik, mannen. Absoluut. Zondag heb je ook nog 90 minuten de tijd gehad om een beetje te slapen, namelijk. Of is het heel flauw? Dat vind je leuk, hè, Geel? Is dit 1-1? Of? Nou ja, weet je... Ik ben er heel slecht in. Frank antwoord jij maar. Frank had natuurlijk tijdens het rood-wit mannen- en vrouwendiner... was hij ook scherp aan het begin. Dus dit is waarschijnlijk de warming-up een beetje om er goed in te komen. Ja, maar hoe beleven jullie zo'n wedstrijd? Het is niet zo dat je op het puntje van je stoel gaat zitten. Of zeg je van, nou ja, jongens, we hebben deze lekker gewonnen met 1-0 van Volendam... en deze zijn we ook over een half jaar allemaal weer vergeten. Nou ja, ik ging zeker wel op het puntje van mijn stoel zitten, want ik had er veel van verwacht. Goede wedstrijd spelen, we zitten toch wel in een flow. Met de resultaten van de laatste weken, je speelt tegen een ploeg die op zijn rug ligt. Nou, dan moet je dat killen, om het zo maar eens te zeggen. En we begonnen nog wel goed, alleen daarna werd het een gezapig potje. En dat hebben we allemaal gezien. Dus het puntje werd een beetje onderuit gezakt. En gelukkig wisten we het wel op de goede manier over de streep te trekken. En hebben we de 3 punten in huis gehouden. Hoe kan het nou dat het thuis zo moeizaam gaat? Want ervan uitgaan dat er thuis wordt gewonnen van Heerenveen. En wordt verloren van PSV in Utrecht. Misschien ben ik een beetje negatief als het over Utrecht gaat. Maar dan is het 23-23. Dan heb je evenveel punten gehaald uit als thuis. Hoe kan het nou dat het thuis zo moeizaam gaat? Nou ja, goed, daar is natuurlijk al een en ander over gezegd. Hè. Het verwachtingspatroon is daar. Daarnaast weet de tegenstander inmiddels ook wel ons op de juiste manier te bestrijden. Dus wat meer ons de bal te geven, wat in te zakken en ons het spel te laten maken. Terwijl vorig seizoen konden we ook nog wel vanuit de transitie het een en ander doen. En gevaarlijk zijn, dat heeft ook te maken met de groei die we doormaken als club. Daarnaast moet ik ook zeggen dat we een aantal thuiswedstrijden ook wel gewoon pech hebben gehad. Ik vind nog steeds dat we tegen Zwolle echt gewoon die wedstrijden hadden moeten winnen. En datzelfde geldt voor Utrecht en de tweede helft van Almere, hetzelfde verhaal. Alleen ja, je krijgt niet altijd waar je recht toe hebt. En wij moeten leren om nog beter te gaan voetballen thuis en nog meer kansen te creëren. En om nog koelbloediger te zijn in de afronding. Zit jij anders op een stoel, Anton, uit of thuis? Nou, het begon natuurlijk met dezelfde hoop. Want het was een geweldige voetbalmiddag vooraf. En een prachtig affiche. Alleen na een uur dan denk je van ja. En dan, je hoorde dat was wel mooi, een soort geroezemoes in het stadion. Dat begon al heel vroeg. Dat ging eigenlijk 90 minuten door. Dus ik denk dat we met z'n allen wel een aardige voetbalmiddag hadden gehad. Alleen als je naar goal kijkt, zie je dat Laurens eigenlijk nog een Volendammer raakt. En dat die bal er dan pas ingaat. Dus scoren was wel heel erg moeilijk. En ja, het is wat jij zegt. Ja, kijk, jullie zien natuurlijk niet wat er na een wedstrijd in de kleedkamer gebeurt. Bij ons in de kleedkamer. En die momenten die we hebben gehad, dat we goed veldspel hadden, wat veel kansen hebben gecreëerd, niet tot scoren wisten om te zetten. De teleurstelling die er is, en nu afgelopen zondag, was er ook wel een stuk gelatenheid in de kleedkamer. Maar toch ook wel weer euforie van... Hey, maar we hebben deze wel over de streep getrokken. Ja. Al was het niet soms om aan te zien. Hè, laten we gewoon eerlijk zijn. En hadden we veel meer verwacht van die wedstrijd. Zeker qua veldspel. Wisten we die wedstrijd wel over de streep te trekken. En daarin waren we natuurlijk wel hartstikke trots en blij.
Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar na die goal van Laudersen, hoe Pelle Clement zijn juichmomentje had. Ja, dat zei wel iets over van, hey, het is zwaar vandaag. Gaat het wel, gaat het niet lukken? Hey, het lukt. En yes, we hebben de 3 punten binnen. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Hey, dat is een hele mooie. Dank u. Wie hoop jij in de playoffs, Manfred, als tegenstander? Sorry, op wel wie hoop ik? Want die play-offs die kunnen niet meer fout, hè? Wel, wij blijven gewoon verder. Ja, sorry. Ja, maar over de eerste 5 minuten deed hij even niet mee. Maar, ja. Op wie hoop ik? Nou, ik heb niet echt een specifieke voorkeur, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk dat ze allemaal even lastig zijn. Je speelt, is dit je meest spannende antwoord van de hele podcast? Nou, ik vrees dat jij nog wel wat andere vragen hebt. Dus dat gaat vanzelf komen. Nee, dus ik heb niet echt een voorkeur. Speelt uit, hè? Speelt, dat hangt ook een beetje af wat er gaat gebeuren en waar we gaan eindigen. Delen we dan mee in een recette eigenlijk? Als we ja, je hebt wel, dat is nu voor dit jaar wel afgesproken, dat we een recettedeling hebben. Maar dat gaat dan niet, dat komt dan niet direct neer op 50-50, want de thuisspelende ploeg mag dan ook nog eens een keer zijn stadionkosten aftrekken. Dus dan ben je al 1/3 kwijt. Okay. Hou je 2/3 over en daar de helft van. Dus we hopen gewoon op het grootste stadion eigenlijk. Ja, in die finale of de tegenstander waar je het meeste kans ja, dat lijkt mij wel, Anton. Dat lijkt mij wel. Met name op het sportief houden. Ja. Dat lijkt mij wel. Ja, Anton die denkt dat er alleen maar geld, hè. Dat is heel belangrijk. Ja. In de geest van Manfred. Oh ja, nee, dat is wel makkelijk te maken. Is dit ook een beetje deze tijd dat je met mensen gaat evalueren, volgend jaar doorgaan of niet? Ik ben heel benieuwd. Jeroen Rijsdijk is volgend jaar nog gewoon de trainer, toch, Gerard? Ja, goed, kom maar. Wij doen het dit seizoen wederom hartstikke goed. Hè? Het lijkt erop dat wij die play-offs gaan halen. Nou, we gaan zien wat er gaat gebeuren in die play-offs. Jeroen heeft een doorlopend contract. Dus ik denk niet dat we daar over hoeven te hebben. Gaat de lat omhoog? De lat gaat elk jaar omhoog. En hoe gaan we dat zien? Hoe gaan we dat zien? Doordat we proberen elk jaar te groeien. Op allerlei gebieden. En dat is natuurlijk met een eerste elftal, met de selectie. Een staf die selectie beïnvloedt. Met de jeugdopleiding, maar ook met de club. Hè, we zijn natuurlijk ook volop met die club aan het ontwikkelen. En we willen op allerlei gebieden, in de breedste zin van het woord, willen we elk jaar iets beter zijn. Maar als je kijkt naar het eerste elftal, de doelstelling, was dat nu plek 11? Plek 10 was een beetje onduidelijk, maar uiteindelijk heb je de play-offs gehaald. Ik denk dat dat een doelstelling zou mogen zijn. Nou ja, goed, dat is de doelstelling naar de tweede window dit jaar, dus in de januari geworden. Hè, dus in zijn algemeenheid, als doel die we hebben, is gewoon Sparta Eredivisie. Nog steeds, ja? Ook volgend jaar? Zeker, zeker, zeker. Daar ben je dan niet te voorzichtig? Nou ja, goed, ik vind altijd moet je ergens mee beginnen. Omdat je niet precies weet hoe wij deze window doorkomen. Ja. Daar zullen we het straks uiteraard zeker ook nog wel over hebben. Dan weten we, en dat is ook een dooddoende misschien, dat we, wat ons spelersbudget is, daar focussen we en ons. En er zit die man naast jou, die weet er alles van. Zeker. Daar weten we gelukkig samen alles van inmiddels. Ja. Maar gaat dat omhoog of is het afhankelijk van voor welke bedragen welke spelers verkocht worden? Nee, dat is denk ik de afgelopen jaren is dat elke keer omhoog gegaan. We hebben dat de afgelopen jaren dat telkens zeg maar gekwantificeerd in een absoluut getal. We willen minimaal 300.000 euro in ons spelersbudget groeien. Dat hebben we de afgelopen jaren ook met elkaar gerealiseerd. Hè. En met elkaar bedoel ik, dat moet uiteindelijk de club, de organisatie moet dat uiteindelijk wel opbrengen om die groei te laten. Ook te laten stijgen. En waar wij nu wat meer de focus op hebben. En daar zijn we sinds, met name met Gerard, zijn we daar bezig om toch wat meer in kaart te brengen buiten het absolute getal wat wij spenderen. Want wat zegt dat nu? Je moet veel meer kijken van wat is dat getal en hoe verhoudt zich dat tot de andere clubs in de Eredivisie. En wij hebben op dit moment het elfde spelersbudget. En wij hebben de ambitie om dat natuurlijk te laten groeien. En vanaf volgend seizoen kijken we dan ook heel graag om het mogelijk te maken om daar het 10e spelersbudget van de Eredivisie in ieder geval minimaal te brengen. Dus jij hoopt inderdaad dat FC Groningen niet promoveert. Want die krijgen dan heel veel tv-gelden erbij. En die hebben dan een hoger budget, denk ik. Ja, maar dat hebben we ook deels natuurlijk zelf in de hand. Als wij, niet dat Groningen promoveert, dat niet. Maar wij kunnen Groningen op de tv-geldenlijst voorblijven. Als we minimaal 12 dus worden. Dat is een mooie Brabantse tongval. 12 dus. Ja, ja, ja. Vind ik mooi. Oké. Ja.
Ik wist niet dat jij daar... Daar ben ik ook scherp in. Maar sorry, maak je verhaal of heb ik je niet onderbroken? Nee, helemaal niet. Dus dat we in ieder geval minimaal 12e worden. Dat hebben we zelf in de hand. En ik denk dat daarmee ons spelersbudget dat van Groningen heel eind bij kan blijven. Kunnen we toch nog even terug naar Jeroen Rijsdijk? Dat ging eigenlijk best snel. Ik zat trouwens nog even in de doelstellingen. Jij zat nog in de doelstelling. Gaan we daar ook nog even? Zeker, ja, zeker. Okay. Want anders lijkt het erop dat Sparta alleen maar in de Eredivisie moet spelen. Ja, precies. En dan zijn we weer heel gesapig en dan doen we weer niet. Nee, maar je mag overal terugkomen. Dus we hebben de tijd. Is Anton nog Rijsdijk staat, gaat waarschijnlijk de play-offs halen. Dat is hartstikke knap. Dat hadden we allemaal niet verwacht. Niet Rijsdijk. Wij als Sparta gaan. Ja, maar hij moet het maar doen als boegbeeld. En toch krijgt hij natuurlijk niet zoveel krediet. Als, eindverantwoordelijke bedoel je, ik zal je helpen. Van wie krijgt hij niet zoveel krediet? Dat is je opgevallen, toch? Hij wordt niet toegezongen zoals Stijn dat wel werd. Het zijn min of meer dezelfde prestaties. Ja. Waarom is hij niet zo populair? En irriteert je dat? Nou, ik denk niet dat dat een vraag is die je mij moet stellen. Ik denk dat je bij meerdere clubs hebt van dat... Ja, als dat de graadmeter is om of een trainer populair is of niet... Of hem toezingen. Kijk, vorig jaar hebben we een extreem fantastisch seizoen gehad. Waar alles klopte. En waarin dan Maurice als boegbeeld, zoals jij dat zegt, werd gezien. Als de koning van Sparta. Dat is natuurlijk veel, veel breder. En misschien is Jeroen wel iets meer teamspelen nog. Iets meer... zichzelf daarin op de voorgrond zet. Maurice was natuurlijk veel meer nog een gezicht van ons. We kwamen natuurlijk uit een hele lastige situatie... waarin Maurice echt de club bij de hand heeft genomen... en de ballen heeft getoond om er vervroegd in te stappen. Ja, en ik zit even naar dingen te kijken van waarom... ik denk dat het toch echt iets is wat we aan supporters moeten vragen. Ja, jij bent er één van. Maar de vraag van Anton is nog wel gerechtvaardigd. Van, heeft het jullie geërgerd dat er bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Excelsior... met witte zakdoekjes werd gezwaaid? Dat hij niet altijd de credits heeft gekregen die hij misschien... in elk geval in jullie ogen wel verdient. Heeft dat jullie gestoord? Nee, ik heb dat persoonlijk niet, ook niet, Manfred? Niet gezien. Nee. Nee? Ja, misschien, wij zeggen wel eens tegen elkaar van ja, misschien zijn wij al te lang in dit vak dat wij dan maar accepteren hoe men kijkt naar ons. En dat we gewoon ons werk moeten doen. Of dat nu wij vanuit directie zijn of Jeroen, die natuurlijk ook gewoon een gezicht is van de club. En wat iedereen er maar van vindt, want iedereen vindt er wel wat van. Soms ook nog positief. Hè? Dat is wel lekker meegenomen trouwens. Want iedereen wil graag gewaardeerd worden. Ook Jeroen. Maar ook wij. Op basis wat wij laten zien aan de club. Is het zoals het is, denk ik. Even naar de punt, komma. Nee, we gaan nu naar Gerard. Doelstelling had je het net over. De eerste doelstelling is handhaven, maar je was nog niet klaar met je zin. Nee, dus spelersbudget de 11e. Daar proberen we natuurlijk elk jaar in te groeien. En op basis van die 11e spelersbudget willen we graag natuurlijk stappen zetten. Hè. Willen we beter doen dan, dan dat spelersbudget. En dat betekent dus dat je 1, 2... in een fantastisch jaar 3 plekken boven dat spelersbudget kunt presteren. En dat willen we dus nu ook weer. Ja. En kan de lat dan omhoog als het gaat over attractiviteit? Mag je dat verwachten? Dat het soms even net wat sprankelender is? Ja, tuurlijk willen we dat. Dat wilden we onder Maurice. Dat wilden we zelfs denk ik voor mijn tijd onder Henk Vrezer. En nu ook weer onder Jeroen. We proberen elke keer het elftal zo in te richten dat we voetballend ook een stapje zetten. Waarin we echt dominant zijn. Vooral in eigen huis. Dat we de baas zijn. Dat we attractief voetbal spelen. Maar dat we ook vooral winnen. En bij uitwedstrijden kun je daar nog eens wat nuances in aanbrengen. Dus ja, we zijn zeker bezig om ook daarin te groeien. Garanties kan ik helaas niet geven, want we hebben ook met tegenstanders te maken die steeds meer Sparta zien als echt een hele serieuze club. En dus dat sterke merk wat wij weten hier, dat zij dat ook steeds meer realiseren. Wij proberen daarin elk jaar iets beter te doen. Anton, wil jij nog wat kwijt over de technische staf? Heb je nog een vraag daarover? Anders wil ik graag naar de spelers toe. Heel kort. Is er nou gezegd door jou dat we wat slimmer moeten zijn in het proberen te winnen?
Want het viel me op dat Nicolai echt een beetje aan het tijdrekken was in eigen huis. Ja, op de tribune vond ik dat niet heel erg spannend om te zien. Maar dat is een missie met elkaar ook, toch? Sparta moest dat volwassener worden. Ja, kijk, ik zit ook op een tribune te kijken naar het vertoonde spel. En of een wedstrijd over de streep trekken. Of dat het lastig lijkt. Nou, dat bespreek ik met de staf. Maar de staf hebben wij aangesteld, omdat wij daar vertrouwen in hebben. Met Jeroen als hoofdtrainer. Om het juiste resultaat eruit te halen. Elke keer maar weer. En hopelijk onze doelstelling te verwezenlijken. Blijft Fouke volgend seizoen? Fouke heeft gewoon een doorlopend contract. Het gaat goed met hem, hè, volgens mij. Ja, dus, maar goed, met Noorden gaat het ook goed. Ja. En met de anderen denk ik ook. Met jou gaat het ook goed, hè, Gerard? En met mij gaat het gelukkig. Ook, ja. Tot op dit moment gaat het ook goed. Ja. Dus ja. Nee, dat dus. Goed zo. Wat is Manfred voor jou dit seizoen de mooiste wedstrijd geweest van het seizoen? Waar hou jij nou zelf hele fijnere herinneringen aan op? Nou ja, fijn. Die wedstrijd begon niet zo fijn. Dat was natuurlijk Excelsior thuis. Ja. Dan je zit natuurlijk ook met een bepaalde emotie op de tribune. En dan keer dat het geluk dat hij naast mij mag zitten. En ik naast hem. Want? En nou ja, omdat op het moment dat we natuurlijk achterkomen. Kijk, want dan zijn we Peppy en Kokkie. Hè? Nee, maar als je 0-2 achterkomt, dan doet dat natuurlijk ook wat met mijn emoties en gemoedsstand. Maar dan, hoe prachtig is het dat je dan uiteindelijk die wedstrijd met 4-2 wint. En bij elke goal vlieg ik 50 centimeter, spring ik hoger op. Dus ja, die wedstrijd blijf je dan toch het meest bij. Die maakt het natuurlijk ook nog eens een keer bijzonder, omdat het tegen een stadsgenoot is. En voor jou, Gerard, wat is jouw mooiste wedstrijd tot nu toe? Ja, de wedstrijd waar we de meeste controle hebben gehad en waar we ook voetbaltechnisch datgene hebben laten zien waarin ik vind, waar we echt de groei laten zien, dat vond ik Fortuna thuis. He, dus met de kansen, de goals die we maakten. Zeker de tweede helft. De sfeer in het stadion, alles kwam daar bij elkaar. En toen dacht ik wel even weer terug aan het fantastische seizoen ervoor. Waarin we dat ook, vooral op die zaterdagavond, echt heel mooi bij elkaar kwam. Dus Fortuna was voor mij die wedstrijd. Tot nu toe. Sorry Geert, Fortuna uit waren wij ook zeer gelukkig. Ja, want dan kon je toch de winterstop uit. Ja. En denk je, hoe ga je die winterstop uitkomen? En dan scoort Mito, als we het dan hebben over hoog springen. Toen hebben we denk ik samen ook wel 1,5 meter denk ik in de lucht ergens gehangen. Ja. Nee, maar dat was echt een belangrijke wedstrijd. Ja, maar hij was niet zo goed. Hij was niet zo goed die wedstrijd. Nee, maar het was wel die wedstrijd. Het is belangrijk dat je de eerste wedstrijd naar de winterstop weer gewoon weer pakt. En Fortuna uit is absoluut niet makkelijk. Hè. Dus, Vitesse uit was ook een hele fijne. Ja. Al vind ik dat het heel sneu voor Vitesse. Ja. En dan kwam ook nog het nieuws dat die licentie echt op de tocht staat. Hè. Ja. Dat is wel heel sneu. Dat is toch wel waar we ooit ook zelf naar hebben gekeken, naar dat soort scenario's. Nou, wees blij dat Sparta dat stadium voorlopig gepasseerd is. Absoluut, ja. We zijn het stadion definitief gepasseerd. Ja, nou, dat is fijn om te horen. Ja. Ik vond Twente thuis ook een mooie wedstrijd trouwens. Ja. Qua entourage, natuurlijk is het dan jammer dat je uiteindelijk nog met 2-2 gelijk speelt, maar vond ik ook een hele mooie. Maar ik vind wel een wedstrijd die er echt toe doet, is natuurlijk een wedstrijd waarin je je dominantie kunt laten zien. Waar jij bepaalt in eigen huis wat je wil. En dat willen we natuurlijk graag 17 wedstrijden. Thuis en liefst uit. Gewoon heel op zijn Spartaans, wat we bij Fortuna, wat we bij Almere hebben gedaan, winnen. Maar goed, tegen Twente hadden we prachtig natuurlijk. De emoties gingen van laag naar heel hoog. Dat is natuurlijk ook altijd gaaf. Maar we hadden natuurlijk niet zoveel de bal tegen. Nee. Ik heb een mooi nieuwtje. Vertel. Bilal Ulcik gaat tekenen op het kasteel. Zo. Voor 2, 3 of 4 jaar. Nou ja. Frank is altijd, denkt altijd heel goed geïnformeerd te zijn. Nee, maar dit gaat rondkomen, toch? Ik heb het van een redelijk betrouwbare bron. Kan je het bevestigen? Of ontkennen? Nee, beide niet. Kijk, dat is meestal dat ik wel goed zit. Wij zullen open en transparant zijn. Tenminste, dat was door jou bij je intro aangegeven. Ja, Bilal is gewoon. Daar hoef je niet op de scoutingschool hebben gezeten. Een interessante speler voor Sparta. 25 wedstrijden gespeeld voor Volendam. 2 doelpunten, 7 assists.
En een jongen met een behoorlijke track record op basis van meerdere clubs gehad. Wat het natuurlijk niet bij de ene wat beter ging dan bij de ander. Maar zou een interessante optie voor onze club kunnen zijn. Maar waarom zeg je niet gewoon ja? Omdat het nog niet of helemaal rond is. Nee. Wij zijn op dit moment helemaal niet in gesprek met Bilal. Dus echt niet? Dat is wel iets heel anders dan wat jij zegt. Ja. Ja. Nou, dan gaan we het afwachten. Dan gaan we het afwachten. Je bron nog maar eens even goed. Ja. Wie is dit? Bevragen. Kamp Olcic zelf namelijk. Dus, nee, prima. Nee, maar ik snap ook wel dat als het nog niet helemaal rond is, dat het dat Geert er niet kan bevestigen. Maar het is in elk geval een naam waar Sparta mee bezig is. Net als die van Julian Baas nog steeds, denk ik. Nou, die kun je in dezelfde rijtje zetten. Bilal is ook, Julian is ook een interessante optie voor ons. Dat is al langere tijd. Alleen ja, ook Excelsior zit natuurlijk in een lastig pakket op dit moment. Ja, maar daar gaat hij niet verlengen. Daar zal alle focus. Zijn contract loopt af en dat van Bilal moet afgekocht worden. Dat zou zomaar kunnen. Dus ook Julian staat uiteraard bij ons op een lijstje. Daar heb je wel mee gesproken, toch? Denk ik. Nou, of we praten met zoveel mensen. Dus of dat nou met deze twee jongens is, dat laat ik maar even in het midden. Zien we Verschuren en Kitolano dit seizoen nog in een Sparta shirt? Dat hoop ik wel. Ja, want die blessures die zijn niet zo erg als dat misschien wel wordt gevreesd. Nou ja, goed. Kijk, ze zijn heel druk bezig met een herstel. Met de revalidatie in ons prachtig nieuwe onderkomen. Verbouwde onderkomen, nieuw te Breggen. Waar ze elke dag heel druk zijn met hun revalidatie. En de tijd zal dat leren. Het zal wel een race tegen de klok worden om die play-offs nog van waarde te doen. In de reguliere competitie zien we ze niet. En mogelijk in de play-offs. Kan ik het zo samenvatten? Kijk, ik vind dat altijd heel lastig. Hè, want er zit een medisch aspect aan. De revalidatie is altijd toch lastig in te schatten van hoe lang dat nog precies gaat duren. Soms heb je een gelukje erbij. We hebben dat met Tobias bijvoorbeeld gehad. Hè. Gaat door zijn enkel tegen Vitesse. Nou, wij zaten op de tribune. We zagen dat moment in de herhaling. We dachten, nou, die is eruit. Einde seizoen. Jammer. En 10 dagen later speelt hij tegen Almere. Dus ja, dan ga ik hier zeggen van beide heren zijn niet meer inzetbaar. En straks zien we ze over 2 weken, zien we ze toch weer op het veld. Ja, en dan komen jullie uiteraard bij mij. En zeggen dan, we jou, zeggen we Gerard Jokkebrok. Ja, Gerard moet weer bij de podcast komen en die moet het uitleggen. Dan moet je op het matje komen. Niet betrouwbaar. Nee, zo is het. Ook dus ik wil dat even voorkomen. Ook deze. Als Olcic straks gaat tekenen, dan heb je ook de poppen aan het dansen natuurlijk. Dat weet ik niet. Want ik heb gewoon gezegd van dat wij... We hebben niet elke week tijd, Gerard, om hier te zitten. Ja. Maar hebben wij elke week zin in Gerard? Ik al zo even met fietsje hier langs. Dus ja, dat is misschien best wel een idee. Maar hoe zit het nou met die medische staf van ons? Want we zijn gegroeid. Ja. De spelersbudget nummer 11. Is die medische staf ook flink gegroeid de laatste jaren? Zeker. We hebben echt, hoeveel FTE is dat? Die zich medisch bezighoudt met onze selectie? Ja, 5? Zeg je nu? 5? Ja, 4-5. Ja. We hebben extra fysiotherapeuten bij. We hebben in de winterstop nog een performance coach eraan toegevoegd. Ja, okay. Oh, wie is dat? Bas Nachtegaal. Okay. Die in de combinatie zit met zijn fysiotherapie achtergrond. Dus, en wat wil je van hem dan? Nou, dat is een goede vraag, moet ik zeggen. Kijk, we hebben altijd de focus op die spelers. Dan kunnen we ook nog wel kijken naar een staf die spelers moet beïnvloeden. Maar om ze fit te houden, om ze in het veld te krijgen en te houden. Dus preventief fit. Houden is natuurlijk ook een hele belangrijke in het hedendaagse voetbal. We hebben natuurlijk niet programma's zoals dat bij een Feyenoord of bij een PSV is, hè, dubbele programma's. Maar ook voor ons willen we natuurlijk steeds die lat wat hoger leggen op het fysieke vlak. Ja, en dan heb je gewoon experts bij nodig en kwaliteit, maar ook FTE om die jongens op de optimaal te verzorgen. We hebben het in deze podcast vaak gehad over de grote vier met Olijven, Schuren, Kitolano en Lauritsen. Daar is inmiddels misschien wel sprake van de grote 5. Ook als we Mike Eerthuizen aan dat rijtje toe mogen voegen. Want die doet het ook ongelooflijk goed. Manfred, hoeveel van die 5 spelen er volgend jaar nog bij Sparta? En je hoeft echt geen namen te noemen, die wel, die niet. Maar hoeveel denk jij? 5, ik denk dat Gerard dat volgens mij de laatste keer ook tegen jou heeft gezegd. Misschien zijn het er wel 6 of 7. Zeker ook als we kijken naar de afgelopen winterstop en de interesse in wat andere spelers die er ook nog is geweest. Dus ik denk dat de interesse in een aantal spelers van ons er zeker is. Maar in deze specifieke 5, hoeveel van deze 5 spelen volgend jaar bij Sparta?
Kijk, het zullen er geen alle vijf zijn, ook geen kijk, nul. Waarom? Maar... En dat heb ik ook gezegd. Kijk, het enige wat ik daar en wat we daar volgens mij op kunnen beloven... is dat we het niet makkelijk maken om te vertrekken. Daarmee bedoel ik dat niet zomaar elke speler... tegen elke willekeurige som kan vertrekken. In die positie zitten we niet meer. Afgelopen zomer hebben wij intern ook een discussie gehad met... met Arno die een mooie transfer kon maken. En ja, dat was een mooie transfer. Maar we zijn heel duidelijk geweest over de som die op dat moment op tafel lag. En die is niet die was niet toereikend. En is het toen niet afgesproken? Is het toen niet afgesproken? Oké, maar volgende zomer zijn we wat coulanter. Nee. Dan willen we met je meewerken. Nou, dat is niet direct afgesproken. We hebben gezegd op het moment als de juiste transfersom voor een speler, of dat er nou 5, 6 of 7 zijn, op tafel komt, dan zullen we gaan luisteren. En dan natuurlijk nemen we natuurlijk in achtneming de periode wanneer zo'n bod op tafel komt. Waar zijn we mee bezig? Hoe staat de selectie ervoor? Hebben we blessure gevallen? Dat soort zaken neem je allemaal mee in de afweging of je een speler laat vertrekken of niet. En zeker ook de afspraken die we met de speler zelf hebben gemaakt. Dus het is een afweging van een aantal factoren. En een transfersom is daar ook zeker bepalend in. Ik wil graag even inzoomen op misschien wel de belangrijkste Spartaan. Als je kijkt ook naar zijn vervangingen, zijn mogelijkheden tot vervanging is denk ik Tobias Lauritsen. Nu heeft de technisch directeur van PSV, Marcel Brands, vorige week bij de collega's van ESPN gezeten. En die heeft gezegd over Bakayoko, oké, hij kon misschien ooit voor 35 miljoen weg. Voor dat bedrag gaan we hem niet meer laten gaan. Voor welk bedrag gaan we Tobias Lauritsen niet laten gaan? Dat is de enige die ik zal noemen van al die spelers. Maar voor welk bedrag gaan we hem niet laten gaan bij Sparta? Als ik in de lijn van Massal moet praten, dan kan ik alleen maar zeggen van... dan moet er eerst een bedrag op tafel worden gelegd, dat we een bieding krijgen. Ja, zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is 3 miljoen. Oké. Okay. Ja. Nou, als dat echt wordt, dan weet je wel... Dan moeten we niet al te veel gemopperen krijgen. Maar dat, 3 miljoen is te weinig. Transfermarkt zeg je. Ja. Ja, dat is dat onzin? Ja, er zijn best wel wat scouts die dat serieus nemen. Ja, scouts. Maar ik hoop niet. Dat TD's van clubs die geïnteresseerd zijn in Tobias, dat daar niet te veel naar kijken. Want dan wordt het een heel lastig verhaal. 3 miljoen is te weinig. Ja, dat lijkt me wel. Dat vind jij ook, toch? Dat vind ik. Nou ja, dat is niet zo relevant van wat ik vind, denk nee, ik. Nee, maar dat vinden we allemaal, toch? Nou, wat vind jij dan? Als jij nu met 10 miljoen gaat komen? Boven de 5. Boven de 5. Ja. Zegt Anton, dan praat hij onzin? Nou goed, het is hier in dit geval dan, hè? Want we hebben wel eens misschien. Nee, kijk, het is gewoon heel lastig om daarop te reageren. Want, ja. Daarmee snij je jezelf in de vingers misschien. Kijkt iedereen en luistert iedereen naar deze hele populaire podcast. Nou, daar heb je helemaal gelijk in, Gerard. Dan kan ik dat straks allemaal weer recht praten, wat ik hier loop te roepen daarover. Jij hebt daar kou wijzelijk even mijn mond. ja, inderdaad. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Die willen we allemaal aan het eind van deze podcast gaan behandelen. Maar nu we het er toch over hebben, ik gooi er alvast eentje wat eerder in. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Van Milan de Witte namelijk. Die zoomt heel erg in op Tobias Lauritsen. Zoekt Sparta qua eventuele opvolger van Lauritsen eenzelfde profiel of een ander type spits? Dat vind ik een goede vraag. Hele goede vraag. Dat is ook zeker iets waar wij elke dag met elkaar over spreken. En wij betekent Jesper Gudde, maar ook zeker met de technische staf. Kijk, wij hebben in die speelwijze hebben we de profielen uitgeschreven. Waaronder ook die van de spits. Dat is op dit moment een targetman, zoals we Tobias omschrijven. En de richting die zoeken we wel weer die kant op. Hè. Dus we gaan wel weer naar die targetman toe. Omdat daarin ook andere posities zijn ingevuld. Kijk naar onze beide buitenspelers positie. Je noemde net al een optie voor Sparta. Dat ook, is ook een speler die daar denk ik heel goed op zou kunnen acteren. Dus ja, het antwoord aan Milan is ja. We leggen de focus op eenzelfde type. Nu toch hebben we over de buitenspelers. In de vorige podcast 7 maanden geleden zei je... nou, mochten we Saito willen vasthouden op het kasteel... dan is de enige mogelijkheid dat we de kroeg ingaan met de mannen van de Citigroup... ze helemaal dronken voeren en dan een contract laten tekenen. Oftewel, er is geen enkele optie meer om Kokkie Saito op het kasteel te houden. Ja, dat gezegd, heb je dat gedroomd? Dat nee, dat is echt waar. Kan je allemaal terugkijken? Dat kan ik me niet voorstellen. Ja, zeker. Dat had je even moeten laten horen. Manfred, dat kennen we echt heel goed. Ja, en ik inmiddels goed. Ook, Gerard. Ja, dus, nou ja, goed. Dus dat zal dus een heel lastig verhaal worden. Want die mensen krijg ik niet zo snel de kroeg in.
Dus, maar helaas, geen Saito, dat is niet meer mogelijk, hè? Nou goed, kijk, we hebben het over de spelers die wij liefst vasthouden. Want we hebben onze sportieve ambitie voor de toekomst. Kiespelers, wie dat ook maar zijn. Spelers die waarde vertegenwoordigen, daar heb ik liefst over. En Koki is daar één van. Ja, die willen we liefst tot lengte in jaren bij Sparta hebben. Alleen die jongens die hebben ook voor Sparta gekozen om op een gegeven moment de volgende stap op enig moment te kunnen zetten. Nou, dat moment zal er nu aankomen. Er is heel veel belangstelling voor hem, begreep ik, vanuit binnen- en buitenland. En dat bedoel ik dus vanuit Nederland ook. En PSV, hè, geloof ik. FC Twente werd genoemd. Ja, nou ja, goed. Er zitten voldoende scouts, zelfs TD's tegenwoordig bij ons in het stadion om zeer geïnteresseerd naar onze spelers te kijken, denk ik. Dus ja. Weet je wel de vraagprijs? Tobias voor Koki zal heel lastig zijn. Ja. Wat is de vraagprijs voor Koki? Ik zou het echt niet weten. Nee, maar daar gaan zij niet over natuurlijk. Nee, maar je zou het wel willen weten, toch? Ja, maar... Ja. En wat betekent dat dan voor ons? Ik weet ook niet hoe duur een Lamborghini is als ik die kan kopen. Ja. De waarde van Koki op de tribune is gigantisch. Hè. Die jongen is zo populair. Ja, dus geniet er nou maar even van. Voor magie. We gieten, hopelijk nog 5 wedstrijdjes. Afscheidsrondje. Het is wel beschouwd eigenlijk al een afscheidsjaar natuurlijk. Want het is bonus dat hij er nog is, toch? Ja, zeker. We hadden er al niet op gerekend. Nee, dat is een jongen die boven... als je het hebt over overperformen, individuele spelers, dan is hij er één van. En hij laat gewoon elke keer zien hoe belangrijk hij is voor het elftal. Daarnaast moet hij gewoon naar de volgende stap. Moet hij de volgende stap zetten. En dat is voor ons ook weer super belangrijk voor de ontwikkeling van onze club. Dat soort spelers, dat we laten zien dat die zich kunnen groeien, kunnen ontwikkelen. Om vervolgens de volgende stap te zetten. En laten we hopen dat het bij een topclub is. Ja, is toch... zeker. Dat is goed voor Sparta. Dat is super goed voor ons. Precies het verhaal dat je hebt gehouden bij Mike Klein en die Monasso. De aanvoerders van Jong PSV, Jong Feyenoord die we getekend hebben. Toch? Dat is toch wat je ik denk dat ook een hebt, van de redenen is dat die jongens voor Sparta kiezen. En dat ze weten van, er zijn voorbeelden nu. En Sparta geeft deze jongens ook kansen. Mike Eerthuizen noemde je zelf al. Dat is ook zo'n jongen die uit Volendam kwam. En moest kijken waar die nu staat. Thijs Veldhuis heeft het eerste half jaar ook geweldig gedaan. Rick Meijzen heeft Bart Vriends geweldig vervangen. Dus jonge spelers uit de KKD, uit belofte teams, kunnen die stap zetten. Maar ook vanuit partnerclubs, als je dat zo wil noemen. In dit geval City. Die kiezen ook voor Sparta. En laten we dus ook de volgende stap zetten. Je hoopt dat Bart blijft, toch? Want we hebben het idee dat je achterin... kunnen we ook zonder Bart verder. Je kunt wel verjongen daar, want we hebben nu zoveel kwaliteit achterin. Ja, maar goed, kijk, wil je hem graag houden? Het is niet alleen maar waarde creëren met jonge spelers. Je moet zorgen dat die balans met senioriteit er ook is. Dat hebben we denk ik dit seizoen best goed op orde. Met in de lengte as... Met Arno, met Bart, met Jonathan en ook met Nick uiteraard. Nou, misschien mag je Tobias daar ook aan toevoegen. Dus ja, je kunt niet van 11 spelers, je kunt niet van 25 selectiespelers verwachten dat je ze allemaal gaat verkopen. Maar door de juiste spelers te kunnen verkopen op enig moment, heb je ook die senioriteit nodig. En Bart is daar gewoon één van. Dus wij willen graag door met Bart. Omdat Bart ook een geweldig verlengstuk is voor ons als club. Maar vooral nog eens elke week laat zien hoe belangrijk hij is in het veld. Zijn jullie er al uit? We zijn in gesprek. Klopt het dat jullie gewoon tegen Bart hebben gezegd, joh, tot die en die datum heb je de tijd om rond te kijken? Om misschien wel op zoek te gaan naar Sydney FC of een andere club dat nu wel gaat happen in het buitenland. Lukt dat niet, dan willen we gewoon duidelijkheid van je. Nee, dat is niet het geval. We hebben gewoon ik heb met Bart, bijna dagelijks hebben we wel even een momentje. En dat we met elkaar... kijk, in principe heeft hij de optie, hè. Dus niet een aflopend contract, eenzijdige optie, kan alleen door ons gelicht worden. Die is gelicht, want hij heeft zijn wedstrijden gehaald dit seizoen. Dus in principe is Bart gewoon vol seizoen speler van Sparta. Alleen er staat iets in dat contract waarin hij nog steeds voor kan een gaan. Avontuur in te grote bijvoorbeeld ja. wat Frank ja. zegt, Sydney ja. Daar naartoe kan. En als Real Madrid zich meldt, dan kan die gaan. Liefst wil ik dat er natuurlijk uit hebben. Maar het is een goed idee, toch? Om te zeggen, nou, je hebt tot 1 mei en dan willen we het weten. Nee, maar dat is allemaal vastgelegd. Okay. Dus dat stond al voordat... Nee, maar zijn twijfel?
open houden van... Ja, maar daarnaast ben ik gewoon met hem bezig. En dat heeft Bart ook gecommuniceerd. Gewoon een tweejarig contract. Hè? Ja. Ik wil hem graag nog 2 jaar bij deze selectie. Nog 2 jaar. Nou, dan is het echt een nog meer boegbeeld dan dat hij al is. Ja, ik las een mooi stuk in de VI Pro van de afgelopen dagen. Nou, als je ziet hoe hij daarin het seizoen al analyseert, evalueert, dan denk ik van ja, dat is wel iemand die je graag als speler ziet. Ja, zeker. En die een verlengstuk is, nou, laat ik voor mezelf spreken, ook voor mij, van hoe ik dingen zie, hoe ik die club verder wil laten groeien. Samen met iedereen. Daar mag je wel trots op zijn. Ja. Als Sparta zijnde. Nu hadden we net over Saito, maar Anton die kwam eventjes met Bart Vriendse er tussendoor. Maar van Saito is het een hele kleine stap natuurlijk naar Metinho. Ook van de Citigroup heeft het heel goed gedaan. Zeker nu tweede seizoenshelft weet hij steeds beter zijn draai te vinden. Hoe groot is de kans dat hij nog een jaartje gehuurd kan worden? Je bedoelt die Metinho die min-min had in een of andere column die ik voorbij zag komen? In het verleden. Nu moet je me even helpen, Gerard. Deze sneer snap ik niet helemaal. De man namelijk. Die vandaag schittert in afwezigheid. Robert heeft hij in de column geschreven. Ja, ik met Robert een bompje. Je mag zijn nummer. Opgedaan. Ga maar met Robert naar de kroeg. Nee, Matteo is dat is natuurlijk wel geweldig. Hè? Hoe die dat ben ik wel super content over. Hè? Een jongen die gewoon weer bij Lommel vorig seizoen speelde van de Trois bij Trois vandaan komt eigenlijk, maar bij Lommel speelde. Tweede niveau België. Die dan bij ons die kans krijgt, zoals dat Koki Saito ook heeft gehad. En steeds meer in de ploeg kwam en ook gewoon nu Kitolano vervangt. En met zijn initiatief, met zijn acties, met zijn durf naar voren. Ja, eigenlijk misschien al Kitolano zo, hey, die kunnen we dus toch wel ook vervangen. Ja, Manfred zit lekker te knikken. Nou ja, dat is absoluut waar. Ja. Ik vind het middenveld samen op dit moment met ook Pelle Clement, die ook wel een moeilijke periode heeft gehad. Ja, ook omdat hij op een positie werd neergezet wat niet zijn lievelingspositie is natuurlijk. Nee, dat klopt, maar af en toe dan maak je die jongen ook niet makkelijk. Dan is dat nodig waarschijnlijk in het elftal, om redenen, blessures. Dus ik snap dat allemaal wel, maar je ziet nu op dit moment met het middenveld met Matinho en Pelle Clement, vind ik, dat doet bijna Kitolano bijna vergeten. Bijna. Wat doe je nou? Nee, wacht even. Je was nog met die comma bezig. Ja. Kan die nog een jaartje gehuurd worden? En uiteraard willen we graag Metinho. Zijn er al gesprekken? Jazeker. Ja. Okay. En dat ziet het er goed uit? Dat ziet er heel positief uit. Nou, mooi. Dus ik ga ervan uit, omdat we ook dat City hetzelfde ziet, de Citigroup, om Metinho nog een jaar op het kasteel te houden. En ik denk dat alleen maar heel mooi is voor ons allemaal. Zeker, Anton. Zo'n speler als Thijs Veldhuis, hè, die waarvan we allemaal zien dat hij het aan kan. Ja. Die toch weinig tijd krijgt nu. Hoe hou je die nou aan boord? Hoe hou je zo iemand dan tevreden? Ja, door toch veel met hem te praten. En ook, kijk, hij wist waar hij aan begon. Hè. Dus hij was toen aan het begin van het seizoen heel blij dat hij achter Mike Eerdhuizen kon zitten en op zijn moment moest wachten. Die kwam eerder. Nou, toen heeft hij een helft van het seizoen gespeeld. Zeer verdienstelijk. Nou, Mike Eerdhuizen komt terug. Dat was de eerste keus. Dus die komt er weer in. En nu speelt hij iets, vooral veel minder. Dus het gaat er wel om hem perspectief te bieden naar volgend seizoen. Hoe we daar naar kijken. Nou, Mike Eerdhuizen, maar ook Thijs. Daar worden we wel eens gevraagd van wat zijn de mogelijkheden? Alleen ik denk voor Thijs is het nog goed om een heel seizoen Eredivisie te gaan spelen. En dat zou zomaar bij ons kunnen zijn. Want zijn contract loopt natuurlijk gewoon door. Ja, dat is eigenlijk mijn favoriete Spartaan van dit seizoen geweest, Thijs Veldhuis. En dat heeft alleen maar met één filmpje te maken. Dat vond ik zo mooi met die blinde supporter. Dat hebben jullie ook. Ik weet niet of jullie daar ook een rol in hebben gehad. Maar dat was zo mooi. Met Mats. Ja, dat vond ik echt. Op basis daarvan is hij mijn favoriete Spartaan van het seizoen. Wat misschien niet helemaal eerlijk is, natuurlijk. Maar ik vond dat echt prachtig. Ik vind dat soort dingen. Mensen brengen dat bij elkaar. En alle credits voor degene die dat heeft gedaan. Maar ik vind ook vooral. De spelers in dit geval, die geven daar invulling aan. En Thijs heeft dat echt fantastisch gedaan. Maar ik moet daarin zeggen, even buiten Sparta, ik heb ook andere filmpjes voorbij zien komen. Wat ook echt indruk op mij heeft gemaakt. Ik denk van, jee, wat geeft dat voetbal toch
mooie dingen aan, aan mensen die, of aan, aan kinderen, aan, maar ook aan volwassenen. Ja, die, die daarvan dromen om in zo'n positie bijvoorbeeld te komen of een speler te zijn. Of een, bij Fortuna zag ik een filmpje voorbij komen. Die, ja, er was een man die wilde technisch directeur worden. Ja. Of trainer was het. Nee, algemeen directeur. Ja, algemeen directeur, dat was het. Ja, dat kan iedereen, hè? Ja, maar ook een prachtig filmpje. Ja, dus prachtig, zo zijn zeker. Er heel veel, maar dat is de invulling. Die penalty nemen bij Heerenveen was ook fantastisch. Weet je, dat is echt, die is ook, was ook zo mooi allemaal. Dat was echt het hartstikke goed gedaan. Ik wil een filmpje laten zien van Ruud. Ruud van Os wil zich graag met deze podcast bemoeien. Uiteraard. Oh. Ja, weet je, hij kan niet zonder ons. Wij wel zonder hem, dat blijkt maar weer. Ik ga hem even aan jullie laten zien, want er zit ook een vraag in. Oh, ingezonden natuurlijk. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Goedemorgen, ik ben op misschien wel een van de lelijkste luchthavens van Europa. Düsseldorf Airport. Maar ja, lekker geslapen hier. Vlieg zo met het gezin naar Egypte voor een heerlijke vakantie. Ik wil me toch nog een beetje bemoeien met de Sparta-podcast van vandaag. De glazen bol, PSV Sparta. Ik hoop dat we winnen. Ik denk het alleen niet. Ik denk dat het 2-0 wordt. En ach, we maken daar Tilman scoort de eerste. En dan heb ik ook nog een vraag voor de twee directeuren aan tafel. Want ja, leuk die onderhandelingen met de Guzman. Maar wat nou als Strootman naar Sparta wil komen? Is Sparta dan bereid om met twee routiniers op het middenveld te gaan spelen dan wel onder contract te hebben staan? Daar ben ik echt benieuwd naar of het of de Guzman of Strootman of allebei wordt. Of misschien wel allebei niet. Ik ben benieuwd. Zullen we het heel even over die bril hebben? Ja. Ja, maar hij is net wakker. Wat is dit? Ja, hij is net wakker. Zijn lens kwijt. Dan heeft Ruud een bril op. Fijne vakantie. Wat is het antwoord op de vraag? Ik neem aan dat het bij jou moet zijn, Gerard. Heel simpel. Kan afzonderlijk van elkaar, maar kan ook gewoon beide. Ja, hier nemen we geen genoegen mee. Meer kan ik er niet van maken op dit moment. Wanneer sprak je voor het laatst met Kevin? Wanneer spraken wij voor het laatst met Kevin? Poeh, dat was ergens in april. Vorig jaar? April vorig jaar? Ja. Dat is 13 maanden geleden inmiddels. Ja. Live hebben we het over, hè? Ja. Okay. Ja. Maar is er nog wel gewoon mobiel contact? Daar is contact. En wat ik toen ook heb gezegd van, je kiest voor een jaartje Genua. Nog een jaartje Genua. En laten we volgend seizoen weer gaan kijken hoe het dan erop staat. Maar er is op dit moment geen contact met Kevin Strootman? Niet direct contact. Toen wilde je hem graag hebben, vorig jaar. Denk je er nog steeds zo over? Ja, zeker. Dat is niet veranderd. Hij is 34 jaar transfervrij. Komt dat nu, hè? Als ik een jaartje wacht. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de wens van Kevin dat hij zich wil concentreren op dit moment nog op het voetballen in de competitie. Mm-hmm. Dat weten we, want we hebben vorig jaar ook deze exercitie met hem gehad. Toen hebben we hem inderdaad live gesproken. En richting het einde van de competitie gaat er vanzelf duidelijkheid komen. Ja, klopt het dat de Guzman zelf wil stoppen? Nee. Nee? Hij wil bron? Dit was weer een bron. Ja, maar zeker. En die laten mij zelden in de steek, Anton. Maar, no. Nee, maar ik begreep dat de Guzman en Sparta niet met elkaar doorgaan. Dat hoeft ook niet zo te zijn. Nee? Alleen voor 1 april. Als speler, hè? Ik weet niet of die misschien nog jeugdtrainer wil worden. Maar voor 1 april moeten we aangeven over aflopende contracten. Ja, dat is al geweest. Die verlengd zijn of waar de optie van gelicht is. Wat we daarmee willen. Dus ik heb toen aangegeven. Je gaat gewoon even in de wachtkamer. Omdat ik ook naar de totale selectie moet kijken. En de balans daarin moet gaan zien te vinden. En dat is op dit moment het verhaal. Niet meer, niet minder. Hetzelfde, precies. Precies. Kijk, we gaan niet alle spelers in de selectie doornemen. Maar ik wil er nog wel eentje uithalen. Omdat ik denk dat jullie daarmee misschien een klein beetje in de maag zit. Dat is met Charles Andreas Briem. Die hebben jullie vorig jaar verhuurd aan Eindhoven. Die zit dit jaar zit hij erbij. Maar er zijn best wel veel Spartanen, als die hem zien spelen, die ergeren zich wel een beetje aan hem, aan zijn houding. Heeft 1 goede wedstrijd gespeeld. Was tegen Feyenoord. Ga ik misschien een beetje kort door de bocht. Maar maakt het gesprek wel makkelijker. Wat is zijn toekomst bij Sparta? Hij heeft een doorlopend contract, dat weet ik, maar wat willen jullie? Nou goed, en wat wil vooral ook Charles? Hè? En zoals ik met Thijs praat, doe ik dat ook met Charles. Om ook te kijken door dit seizoen heen van kun jij het voor jezelf nog een jaar opbrengen? Nou, als ik naar hem kijk, denk ik van niet.
Nou ja, goed, dat zijn jouw woorden. Het gaat altijd nog om maximaal uit je carrière te halen. En om te laten zien dat je basisspeler kunt worden bij Sparta. En als dat niet lukt, als je dat zelf denkt dat het niet lukt. Of wij denken dat het lastig gaat worden. Omdat de concurrentie te groot is. Dan zul je je hel elders moeten gaan zoeken. En dan moeten we daar als clubs die dan eventueel interesse heeft eruit gaan komen. Ja, maar vind je hem goed genoeg voor Sparta 1? Ik denk dat Charles nog steeds goed genoeg is voor Sparta 1. Ja. En waarom hebben we dat zo weinig gezien dan? Nou, omdat vooral omdat we een eerste spits hebben. Die het heel goed doet, zeker. Die het echt fantastisch doet, dus je moet daar tegen opboksen. Dus we hebben ook wel geschoven met maar het Charles. Is, maar je had net over een type, weet je, het is een heel ander type dan dat Laurits is. Ja, maar we moeten ook niet twee dezelfde types hebben. Nee, maar oftewel, hij kan niet de eerste spits worden. Nou, Sparta, want je zoekt een kleerkast of een targetman, zoals jij het noemt. Dat klopt, maar dat kan nog steeds dan dat je met een mobiele spits, dat je daar ook heel goed mee uit de voeten kan. Het kan zijn dat we straks die targetman niet kunnen vinden. En dan moet ik echt wat doorschakelen. Naar Sparta heeft toch een dusdanig goede technisch directeur dat hij er wel in slaagt om een goede targetman te vinden. Absoluut. Alleen dan nog steeds zal ook die technisch directeur tegen grenzen aanlopen en keuzes moeten maken van hey, want misschien komt er wel een geweldige mobile striker op de markt. Die eventueel ook nog Charles zou kunnen zijn. Het is niet geweldig, Gerard. Dat zijn jouw woorden. Dank u. Ik moet zeggen dat hij het afgelopen zondag weer heel verdienstelijk deed. En dan zie je de reactie van het publiek. Hè? Dus positiviteit en zijn acties omarmen. Zoals we denk ik ook dat met Defensie van de Kust nu meemaken. Wat dat doet voor spelers. En dat ze dan in hun kracht gaan komen. En dan het, dat kunnen laten zien wat wij eigenlijk wel weten van de spelers. Maar nu zeg je eigenlijk dat hij zich mentaal, want dat idee hebben we, mentaal nog een stukje moet ontwikkelen, toch? Ja, dat denk ik zeker. Hè, dat ook een onderdeel is van, ik vind het is ook wel lastig. Hè. Die jongens zijn natuurlijk best nog wel jong. Die hebben bij Eindhoven een belangrijke rol gespeeld, basisspeler geweest. Dan kom je achter Feyenoord de spits. Thuis kregen we. Toen deed hij het geweldig, Brim. Ja. Omdat dus een vliegende start was het. Tobias niet beschikbaar was. En dan moet je achter een spits als Tobias moet je acteren. Nou, dat is niet altijd makkelijk om dan de focus te houden. Dat is met ups en downs gegaan. En ik denk nog steeds dat hij het Eredivisie niveau aan kan. Maar of dat bij Sparta gaat zijn vol seizoen. Dat gaan we zien. Ik denk dat we zien in hem vanaf de tribune dat er echt meer in zit dan eruit komt. En je had het net over die performance coach. Heb je die dan de opdracht gegeven om extra op hem te letten? Ik heb het idee dat je Brim zou kunnen ontwikkelen tot meer dan dat hij nu is. Is ook nog jong natuurlijk. Ja, maar bij Brim ligt niet de ontwikkeling op het gebied van fysiek. Mm-hmm. Werken jullie met mentale trainer? Mentaal, dat is de vraag. Werken jullie met maar dat is niet performance, hè? Nee. Precies. Performance nee, maar werken jullie live, maar mentaal? Werken jullie met een mentale trainer? We werken niet met een mentale trainer. Nee. Wat zou je ervoor vinden als hij ook naar Kroon zou gaan, zoals een paar andere spelers? Ja, maar Kroon is geen mentale trainer. Nee, dat is heel anders. Nee, maar dat is hij dus eigenlijk wel. Want hij bemoeit zich ermee en hij appt met spelers. Ja, en, maar dat is, dat is heel anders. Wat Hans met zijn hoofd omgaat. Kijk, tegenwoordig heb je gewoon een speler is een BV. Hè, dus die haalt meer expertise bij zich dan alleen maar wat de club kan bieden. En daar zijn de voorbeelden, daar is Hans Kroon één van. Ja, Stefan de Vrij die heeft 11 mensen in zijn eigen staf met wie hij samenwerkt. Ja, dus, en dat gaat ook steeds meer gebeuren op het niveau waarop wij acteren. En daar kunnen we alles van vinden. Hè. We kunnen het allemaal bij ons houden en wij moeten dat doen. En wij moeten die mental coach, wij moeten die extra performance trainen. Als dat Hans Kroon is, moeten wij gaan bieden. Maar we kunnen dat ook op een gegeven moment goed gaan managen met elkaar. Zodat zij dat juiste toelaten waarin zij die maximale prestatie kunnen leveren. Wat dus weer te goede komt. Ja. Voor ons als club. Dus jij staat er wel voor open. Want in het verleden hebben we natuurlijk het akkefietje gehad met Stefan de Vrij en Ronald Koeman. Hè, die niet zo gelukkig waren dat die bij Hans Kroonen trainen. Maar jij bent er wel blij mee dat de Guzman, Vriends, Olij en Van der Kust bij Hans Kroonen trainen. Zolang de afstemming maar goed is met onze mensen. En die gaat goed. Dat gaat prima. Nou ja, Hans zat hier, maar die zei dat hij jou nooit had gesproken. Nee, maar dat zal ook niet gebeuren. Waarom niet? Ja, waar gewoon een belletje. Hoe gaat het met die jongens? Ja, het zijn toch jouw jongens die bij hem lopen?
Ja, maar voor mij is het belangrijk dat de mensen die dagelijks met hem werken, dus in de programma's afstemmen, programma Sparta, programma wat ze daar doen dan op een vrije dag, denk ik, dat dat goed is afgestemd. Dus is het, of ik zeg van, hé hey Hans, ja, ik vind het gek, want Gervencio had een moeilijke start van de kust. Ja. Hij heeft zich daar aangemeld. En hij doet het nu stukken beter. Ja, maar het is niet zo dat hij alleen maar. Het is niet zo dat hij alleen maar door Hans Kroon natuurlijk beter is geworden. Als 5% een rol, dan verwacht je toch dat onze TD schakelt met degene waar die 5% vandaan is. Weet je wat ik denk, wat het belangrijkste is geweest met Defensio? Dat wij als supporters en ook op de businessclub, dus iedereen die de club een warm hart toedraagt, dat wij Defensio hebben omarmd. En Defensio was de eerste, naar Almere had hij kunnen zeggen van de bekende middelvinger van jongens, zoek het maar even uit. Ik loop lekker die kleedkamer in, ik pak het momentje met mijn groep. Nee, hij pakte de megafoon en hij ging voor de groep staan en dat deed de supporters fantastisch. Mm-hmm. En nu zien we gewoon wat het doet met mensen als we ze positief benaderen, als we ze kansen geven, als we ze de ruimte geven om ook eens een keer een foutje te maken. Om de volgende stap te zetten. Heeft hij tegen jou gezegd, ik heb er last van? Van de sfeer op het kasteel? Nee, dat heeft hij niet tegen mij gezegd. Maar ik denk wel dat het besproken is met de staf. Want die hebben veel meer contact met de speler dan dat ik heb. Onderschatten wij misschien zeg maar de rol van het publiek en nou ja, van de media in de speur, maar bij een kleine club als Sparta, waar eigenlijk alleen wij en Sander Kooijma van het AD af en toe wat over Sparta schrijft. Verder is er niet zo heel erg veel mensen die zich bekommeren om Sparta. Onderschatten wij misschien wat de rol daarvan is en van de supporters? Ja, dat denk ik soms wel. Ja? Ja. En slecht is slecht en goed is goed. Hè? Dus niet allemaal met fluwelen handschoentjes aanpakken. Zeker niet. Maar wel reëel blijven. En ook zien van, hey, gaan we hem nu gelijk neerzetten op het niveau van Mika Pinto? Of is dit nog een jonge jongen die eigenlijk achter Django Warmerdam zich moest de volgende stap moest zetten? En in één keer ervoor komt omdat Django het stokt in de prestatie die hij moest leveren, waarin ik meer had verwacht, om vervolgens in één keer maar gewoon af te maken eigenlijk. En dus ik denk dat veel meer doet met de speler dan wij soms. En Manfred, jij zit hier nu al sinds 2009. Heb jij een kentering ook gezien in zeg maar de beoordeling van spelers? Was het vroeger, toen je net begon bij Sparta, allemaal wat misschien wat makkelijker, wat rustiger om te ontwikkelen? Of was het verwachtingspatroon toen lager, omdat je ook genoeg KKD-jaren hebt meegemaakt? Is dat anders? In mijn beleving is het, ik denk dat je heel even moet splitsen, hè. In het stadion en met name daarbuiten. En dan daarbuiten is met name het social media en het internet. Ik denk dat dat een enorme vlucht heeft genomen en dat het daar makkelijker is geworden. En dat het voor spelers dus ook bereikbaarder is geworden van wat de mening van supporters is over... Ja. Over hem. Hè, dus en dan kunnen ze wel zeggen, joh, wij lezen het niet, maar het komt toch bij je. Nee, maar weet je, dus ik denk dat daar wel een dat dichterbij is gekomen in het stadion. Als ik dan nog verder terug ga, ik kwam in 2003 voor de eerste keer binnen bij de club. Ik vind dat enorm positief zich heeft ontwikkeld. Ik vind echt dat onze supporters, ik weet niet precies waar de kentering is geweest, maar in het verleden waren we met elkaar veel kritischer op het team. Ik heb ook wel eens vanuit het team wel eens begrepen dat ze het moeilijk vonden om thuis te spelen, maar dan heb ik het echt over lang terug. En dat is een geluid wat ik de afgelopen 10 jaren in ieder geval al niet meer heb gehoord. Dus dat cynisme is weg. Ja, dat cynisme is weg, maar misschien ook. Maar Sparta ook had ook een paar cynische trainers toen natuurlijk. Ja, ik weet niet alleen of het hangt met cynische trainers. Misschien is het ook wel de fase geweest waarin Sparta altijd gewend was om eredivisie te spelen. Ja. En we daarna een aantal moeilijke jaren hebben gehad. En dat we dat met elkaar moesten accepteren. En vanuit die gedachte ook support moesten gaan geven aan die spelers die er dan wel zijn. Met een bepaald kunnen of niet kunnen. Dus ik vind het alleen maar heel erg positief hoe onze supporters zich hebben ontwikkeld. Wat ik net wel goed aan jou vond, Gerard, jij zegt gewoon nu openlijk, joh, we hadden meer van Django Warmerdam verwacht. Betekent het ook dat jullie in de zomer gaan kijken naar een andere club voor hem? Omdat ook Mike Klein is gehaald, tegen wie je hebt gezegd, oké, je bent misschien van origine middenvelder, maar focus je in eerste instantie op linksbackpositie. Warmerdam, andere club? Ja, ik denk dat Django een leeftijd heeft bereikt dat hij moet proberen spelen. Wekelijks te spelen. En dat zal, dat is nu al niet meer het geval bij ons. En dat zal niet makkelijk erop worden, want Defensio doet het steeds beter. 5 assists dit seizoen. Dat is lange tijd geleden dat iemand dat ook voor elkaar... Aaron Meijers viel mee.
begreep ik Aaron Meijers. Anders was dat natuurlijk een hele mooie geweest om, om hierin te gooien. Die count ik snel terug. Ik heb gisteren even teruggeroepen van nee, het is ook Aaron Meijers. Nou goed, die heeft het ook geweldig gedaan, moet ik zeggen. Terwijl hij nog niet eens basisspeler was. En die was ook nog niet eens basisspeler. Dus misschien heeft hij dan. Maar ja, goed, die was ook ouder. Was ouder, ja. Senior. Ja, 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 ja. Nee, belangrijk maar, in de kleedkamer. Nee, voor Django zal het denk ik beter zijn. Om volgend seizoen een mooie andere club te gaan vinden. Maar Juventus heeft zijn basisplaats veroverd, toch? Ja, ook voor volgend jaar. Je gaat niet op zoek. Dat zou wel gek zijn. Als je wat beters kan krijgen. Ja, we gaan altijd op zoek naar... Drie kwart seizoen geroepen. We moeten iets nieuws. Dat is heel lang geroepen. Hij heeft ons van een probleem verlost. Door zich zo te ontwikkelen. Hij gaat toch altijd op zoek naar concurrentie, Anton. Weet je wel, dus volgend jaar moet er gewoon weer de juiste concurrentie komen. En dat gaat Van der Kust uiteindelijk ook weer verder brengen. Maar zoek je dan nog naar een linksback of is Mike Klein dan de concurrent? Het zou beide kunnen kijken. Dat gaat ook natuurlijk hoe we in de voorbereiding komen. Hoe hij zich manifesteert. Mike Klein is natuurlijk gewoon een middenvelder. Alleen wij denken wel de eerste uren die hij gaat maken op eredivisie niveau zal misschien best wel op die linksback kunnen zijn. En denk je dat Nasso, die van PSV is gekomen, gelijk eredivisie waardig kan zijn of moet hij erin gooien? Ja, dat zal hij zelf moeten laten zien. Wij zien de potentie, wij zien de mogelijkheden. We denken waar hij instapt en waar hij uit zou kunnen komen. En of dat ook gaat gebeuren, dat gaan we zien. Maar die jongen heeft natuurlijk ook wel meer dan 100 wedstrijden KKD. Zoals dat ook met Camille Nekli het geval was. Nou, je ziet hoeveel wedstrijden Camille al dit seizoen heeft gespeeld. Dus waarom zou dat met Mo Nasso niet kunnen? Ja, en Nekli is meer een 10 dan een buitenspeler, hè? Camille is gehaald als een nummer 10. Die dit seizoen vooral als 7 heeft gespeeld als buitenspeler. Ja. Maar van Oshina gewoon een aanvallende middenvelder is. Wil ik het blokje selectie afronden qua spelers? Of heb jij nog een hele prangende vraag, Anton? Een topsportvraag. Heel lang moesten de spelers trainen op de Breggen. Douchen in het stadion. Die had je vorige keer ook al gesteld. Ja, dat is eindelijk voorbij. Ja. Heeft dat ons nou dwars gezeten? Nou ja, als je kijkt... Je moet je toch dood hebben geërgerd, toch? Nou goed, vorig seizoen, dat geweldige seizoen, hadden we die situatie. Dus dan zeg ik nee. Alleen, je merkt wel, nu komt de rust. Hè. De trainers zeiden vorige week geloof ik nog tegen mij van... het scheelt toch gewoon 45 minuten tot een uur per dag. Die we dus niet kunnen besteden aan verzorgen, trainen, herstellen. Waar we normaal dan vorig seizoen en dat seizoen daarvoor in een auto zaten om van A naar B te komen. Dus ja, op basis daarvan, Heerlijk. Ja, Spartaan van de Week. De Spartaan van de Week. Net toen jij hier vanmorgen om 6:30 binnenkwam, Manfred. Zo'n kleine 2,5 uur van tevoren. Voordat wij kwamen. Zei je al, nou ik heb er eentje hoor, de Spartaan van de Week. Ja. Wij waren gewoon keurig op tijd, volgens de afspraak. Je was maar keurig op tijd. Spartaan van de Week, Harry Woordman. Wie is dat? Harry Woordman is wat mij betreft een oerspartaan, zeeman. Rond 2000 bij ons gekomen. Altijd in de facilitaire dienst. Het was nooit te vroeg. Het was ook nooit te laat. Konden we dag en nacht bellen. 91 jaar geworden. Zo. Oermens, hartstikke sterk. In zijn doen en zijn laten. Een hand geven, dat vond... daar staat hij ook echt onbekend. Dat raden we iedereen af. Maar echt een geweldige kerel. En op 91-jarige leeftijd overleden. En we gaan hem missen. Wanneer is hij overleden? Deze onlangs nog? Deze week. Oh, sterkte. Dat is vervelend. Gerard? Heb jij een Spartaan van de Week? Of ga ik even een zakje redden om naar Anton te gaan? Ga eerst maar eens even naar Anton. Oké. Mijn Spartaan van de Week is een speler, Koki Saito. Hij heeft zoveel effect op wat er op de tribune gebeurt. En zeker de kinderen om je heen, die reageren zo leuk op hem. En hij zwaait naar eigenlijk ieder kind. Het is echt leuk. Dus we gaan hem ontzettend missen. En ik hoop dat we volgend seizoen iemand hebben die diezelfde magie heeft. Een tijdje geleden hadden we dat met Lars Veldwijk. Die had ook dat soort effect op de tribune. En dat heeft Sparta gewoon echt nodig. Want dat maakt het stadionbezoek heel erg leuk. He, dus maar is Bart Vriends niet een heel klein beetje ook zo iemand? Misschien, maar die kids reageren daar toch minder op. Want die kijken niet naar de slimste mens natuurlijk. Die zien dat speelse volgens mij heel erg terug. Dus dat begint met Juventus, als die naar voren komt, ook een beetje te gebeuren. Ja. Dat speelse, dat slaat over. En dat zit natuurlijk bij Mito, denk ik. Dat zijn rol wordt in de toekomst.
Dat hebben van dat effect op kids. Maar voor nu is het Koki Saito. Ja, we moeten thuis gaan vertellen aan onze kinderen dat ja, nog een paar potjes, dan is het voorbij. Ja, bij mij thuis wordt echt geprotesteerd. Waarom dan? Ja, dan moet je toch de boze wereld gaan uitleggen. Dan moet je deze podcast even terugkijken. Ja. Dan wordt het allemaal haarfijn uitgelegd. Ja. Ik had als Spartaan van de week in de eerste instantie de familie Lauritsen. Ik vond het heel leuk dat het kindje op de tribune zat. Samen met Kitolano en mevrouw Lauritsen. Maar toen dacht ik, nee, dat moet Tim Hansteden natuurlijk zijn. De stadionspeaker die Jack Kriek verving. En dat volgens mij ook hartstikke goed deed. En, Dat was niet helemaal aangekondigd. Hè? We wisten van niks. Nee, maar Jack was ziek geweest en die had last van zijn stem. Okay. Dus die heeft wel Tim geholpen, de stadionspeaker. Ja. En we hebben een zwak voor Tim ook, omdat hij hier ooit stage heeft gelopen en gewoon een hele fijne, positieve jongen is. Maar ja, dat heeft hij volgens mij goed gedaan. En het klonk helemaal niet zo slecht volgens mij. Dus, klonk gewoon goed. Dat klonk prima. Ja. Gerard, je hebt nu de tijd genoeg gehad. Ja. Kom op, gooi er even eentje in. Ik blijf het bij een speler houden, dus Mike Eerthuizen. Waarom? Waarom? Nou, waar Mike vandaan komt. En dat bedoel je niet Volendam, hè? Nee, ik bedoel dit seizoen. Zo, jij blijft scherp. Uurtje bezig. Heel goed. Nee, natuurlijk een heel lastig eerste half jaar gehad. Wederom in het team gekomen. Moest toch op een gegeven moment Thijs Veldhuis, die het ook fantastisch had gedaan. Moest hem ook maar weer laten vergeten. En elke week maakt hij stappen en is hij meer dominant en dribbelt hij ook in als we de opbouw hebben. Dus je ziet steeds meer terug van de aspecten waarin hij vorig seizoen ook heel goed was. Dus ik vind wel dat hij Spartaan van de week Hoeveel groei zou hij nog kunnen doormaken, denk je? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Hij zal zeker nog een groei kunnen maken bij ons. Om nog stabieler te worden. Verdedigend zo af en toe van die momenten. Vooral met veel ruimte in de rug. De Heracles was zo'n momentje bijvoorbeeld. Maar vaak ga je dat ook echt pas zien op het moment dat hij de volgende stap zet naar een andere club. Ook knap scoutingswerk, hè? Ik sprak... Geef je nou indirect tegen Gerard een complimentje? Ja, nee. Dankjewel, man. Pak even die veer onder tafel. Nee, graag gedaan. Nee, maar ik vond ook... ik sprak bestuur van Volendam en de bestuurskamer. Die vonden het ongelooflijk dat ze hem hadden laten gaan bij Volendam. Ja, daar hebben we denk ik wel 10 minuten over gesproken. En ik zei van ja. Dat hebben wij gewoon goed gedaan. Ja, ik moet zeggen, we waren er toen mee bezig. En toen kreeg ik, Leen van Steensel was toen nog teammanager. En die riep me even apart. Hij zegt van, spelen bij Volendam kreeg ik via Robert Muren door. Oudspeler van Sparta. Of wij die wel op het lijstje hadden staan. En dat was dus Mike. Ik zei, nou, dat komt goed uit. Overmorgen gaan we tekenen. Dan gaan we hem presenteren. Ja. Zegt hij, dan zit ik toch wel op de goede lijn. Dus toch leuk dat je dan... Nou, alleen heeft er verstand wel van. Wat. Ja. Omdat een Robert die gewoon elke dag met hem aan het trainen was. Die zei van, hey, dat is echt een speler voor Sparta. En die moet de volgende stap zetten. Dus Mike heeft dat goed gedaan. Ja. Heeft Robert ook Bilal aangeraden? Nee, daar heb ik... Andere mensen van overhoord. Ik heb niet direct contact met Robert. Misschien gaat Leen mij weer bellen vanmiddag. Ja, dat lijkt me prima. Heb je nog iets anders? Want dan ga ik naar de Gleuf namelijk. Heel even over Volendam thuis. Maar dat we keihard Jan Smit draaiden toen we net gewonnen hadden. Mooi, hè? Dat was een mooie sneer. Maar heb je het daar nog met iemand over gehad? Nee, heb ik het niet over gehad. Laat ik over aan de regie in de geluidskamer. Moest je lachen? Of? Moest je lachen. Moest ook lachen, ja. Daar hebben we geen invloed op, toch? Hebben wij zeker geen invloed op. Kreeg je dat mee of niet? Nee, ik zat te kijken, maar dat heb ik niet meegekregen. Iemand op het kasteel. Ja, is toch goed. Keihard Jan Smit in. Ja. Maar er kan niet vaak genoeg palingpop gedraaid worden. Dus ik ga naar de Gleuf. Wat zit er in die Gleuf? Tijd voor de post. Echt heel veel vragen zijn er binnengekomen. Ook best wel wat vragen die we al behandeld hebben. Dus over Mito en over Saito en Moutinho en Rens Heinsbroek. Die komt met Van de Kust. Stadion gaan we het over hebben nu, Manfred. Ook heel veel en over jou en over jou persoonlijk eerst eventjes. Want Ajax is nog op zoek naar een directeur. Is er contact geweest met jou en Ajax de afgelopen periode? Ajax specifiek niet. Andere clubs wel? Ja. Nou, weet je, kijk, op een moment... En waarom zeg je nee tegen die clubs? Op een moment als je kijkt naar Sparta, ik denk dat Sparta op dit moment een enorme ontwikkeling doormaakt. Dat we heel veel dingen goed doen. We zullen ook ongetwijfeld dingen niet goed doen. We doen heel veel dingen goed. Kunnen kijken naar het stadion.
uitverkocht. Zeker Te Breggen niet vergeten. De laatste verduurzaming. Komt allemaal nu ter sprake. Nee, dus, nee, maar alle investeringen die we doen, dan is het logisch dat... Je kan niet weg. Nee, dat we met elkaar kijken naar zo'n club en ook de mensen die daarin werken. Dus ook in het bijzonder de algemeen directeur. Ja, daar is heus wel eens een belletje geweest. Naar mij, maar hoofdzakelijk, en ik praat Gerard daar over het algemeen altijd wel over bij als zoiets speelt, dan binnen 24 uur neem ik wel de beslissing of ik daarop in wil gaan of niet op in wil gaan. En tot op heden is dat telkens nee geweest. En is er een belletje geweest waarop je langer dan 24 uur de tijd nodig had om erover na te denken? Oftewel eentje die echt, echt interessant was? Nee. Ik neem meestal redelijk snel mijn beslissingen en ik ben zeer ambitieus. We zijn denk ik zeer ambitieus. Ik zie met Sparta allerlei zaken nog die we verder kunnen verbeteren. Uitbreiding van het stadion is daar zeker daar een belangrijk dossier in. En ik denk dat we er heel goed voor staan. Dat loon is nou heel hard werken met elkaar. Een energieke jonge organisatie hebben waar ik nog heel veel kans zie en potentie zie. Nou, Anton, daar ben je blij mee, denk ik. Ja, zeker, maar je bent wel een mens met ambities, toch, denk ik. Ik kan me herinneren van een forumavond, een paar jaar geleden, dat je vertelde dat je met Den Bosch had gepraat. Toen Den Bosch even heel groot leek te worden. Dat is alweer 2-3 jaar geleden. Dus. Nee, maar dat is natuurlijk, dat is ook een beetje, dat heb ik ook al verteld, dat is uit zijn verband gerukt. Een van mijn beste vrienden was daar voorzitter. En ik heb met die voorzitter heb ik wel gesproken, dat is absoluut waar. Dus ik kon dat ook niet ontkennen, maar eerder in de zin van waar staat de club ervoor en welke kant moet die club op. Maar dat is met name in de relatie geweest. Ik zeg ook niet nooit. Daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Maar op dit moment is er nog geen club langsgekomen waarvan ik denk van joh, daar ga ik toch maar eens mee praten. De KNVB-optie ooit? Ja. KNVB zou... Ja, een optie kunnen zijn, maar op dit moment nogmaals speelt dat niet. Terug naar de vorige uitzending, 7 maanden geleden. Toen zei je, we zijn goed op weg qua stadion. De volgende ambitie is dat we misschien wel naar een capaciteit gaan van 16.000 plekken. Op korte termijn uitbreiding, dat wordt een helve job. Oftewel, hoe staat Sparta er nu voor? Ja, dan begin ik gewoon maar meteen maar weer heel duidelijk te zeggen dat het stadiondossier een heel complex dossier is. En is stadionontwikkeling of stadionplannen maken, is dat dan complex? Nee. Maar hier in Rotterdam weten we er alles van. Dat is ook een voorbeeld wat ik graag gebruik. 2010 is volgens mij in Zuid zijn er al plannen geweest om het stadion te ontwikkelen. We zijn inmiddels 14 jaar verder. Ze zijn geen eigenaar. Je moet wel eigenaar zijn om tot stadionontwikkeling plannen te komen. Ze zijn geen eigenaar. Er ligt op dit moment geen plan. Ik sprak afgelopen dagen nog. Ik denk, ik ga het daar ook nog maar eens een keer navragen. Mijn collega uit Nijmegen zijn ook rond 2010 met allerlei plannen gestart. 14 jaar later, geen eigenaar, wel een plan. Maar hij zei heel duidelijk tegen mij, Manfred, laten we eerst maar eens eigenaar gaan worden. Wij zijn in 2010 eigenaar geworden. Wij hebben in 2018 de commerciële ruimtes gekocht. Tussendoor hebben we ook nog even COVID nog even gehad. Maar ondanks dat, wij hebben de afgelopen jaren voor in totaal, ik denk 7 miljoen euro alleen al geïnvesteerd in ons stadion. Dat is uiteindelijk denk ik aanzienlijk geweest. Nu om het stadion verder te brengen in zijn capaciteit, daar kijken we met name naar, maar ook in zijn sponsorfaciliteiten. Wil deze club verder groeien, dan zullen we ook in de sponsorfaciliteiten een volgende stap moeten gaan maken. Capaciteit en sponsorfaciliteiten, dat is een dossier wat we op dit moment samenpakken. Met name omdat die capaciteit, daar hebben de afgelopen jaren gigantische sprongen in gemaakt. En dat heb ik ook wel eens verteld. Met name na COVID hebben we gigantisch veel seizoenskaarten verkocht. Buiten alle verwachtingen en historische gegevens die we daar met elkaar over hadden. Maar wil je tot dergelijke ontwikkeling komen, dus capaciteit en sponsorfaciliteiten, want supportersfaciliteiten, daar hebben we al heel veel in geïnvesteerd. Dat zit in die 7 miljoen die onder andere geïnvesteerd is. Dan zul je financiering op moeten halen. En dat is het allerbelangrijkste. Je kunt plannen maken, dat is allemaal leuk, plannen maken. Dat voorbeeld haalde ik net aan, maar het gaat uiteindelijk altijd om financiering. En dat financieringsvraagstuk, dat is niet één partij. Dat moet bij elkaar komen door in onze beleving 3 componenten. Component 1
is echt gebiedsontwikkeling. En vanuit gebiedsontwikkeling moet er revenue, laten we het zomaar heel even noemen, komen naar de stadionontwikkeling. En gebiedsontwikkeling niet ergens in Rotterdam, maar rondom ons stadion natuurlijk. Daar spelen wij een rol in. Mag ik heel even onderbreken, want waarom is dat zo belangrijk voor iets wat er binnen een stadion gaat gebeuren? Dan is het toch niet zo heel relevant van wat er buiten een stadion gebeurt? Dan ga je ervan uit dat de capaciteitsuitbreiding binnen het stadion kan plaatsvinden. Maar die kan niet binnen het stadion aan plaatsvinden in de aantallen die wij hebben. Dus je moet expansie naar buiten gaan hebben. Je gaat wijder worden naar de buitenkant en dan ook hoger. En ga je ook hoger worden en dan zou je dat kunnen ontwikkelen. Maar dat kun je alleen maar ontwikkelen als je funding hebt. Funding halen daarvan, dat kun je op een drietal componenten, wat ik zojuist al aanzeg. Een van die componenten is gebiedsontwikkeling. Daar komen revenue uit. Die zou je dan in je stadionontwikkeling kunnen stoppen. Gebiedsontwikkeling en stadionontwikkeling gaan altijd samen. Je kan niet zomaar een tribune bouwen en niet rekening houden dan met die gebiedsontwikkeling. Component 2 is een Sparta-component. En daarmee bedoel ik misschien wel eigen middelen. Maar uiteindelijk ook zeker participaties van supporters en sponsoren. Dat kan in de vorm bijvoorbeeld van een obligatielening. Ook dat zijn we op dit moment heel intensief aan het onderzoeken. En component 3, dat is als je component 1 en 2 op orde hebt. En daar gaat wel serieus tijd over. Want dat weten we inmiddels, dat stadionontwikkeling tijd vraagt met name. Als component 1 en 2 op orde is, dan ga je naar component 3 en dat is een bank. Dan ga je toch met elkaar proberen om een bank zover te krijgen. En het allerbelangrijkste bij een bank is, en dat is nog een flinke opgave, is dat je uiteindelijk ook onderpand geeft. En onderpand voor een club, wij hebben niet veel onderpand. Geen enkele club heeft onderpand. Iedereen zal heel hard roepen stadion. Maar stadion, wat is een stadion waard? Kun je enorme discussies over voeren. Sparta is daar wel op voorbereid, al jaren. Omdat wij een recht hebben en dat is tv-gelden. En tv-gelden kun je ook als onderpand gebruiken. En dat hebben we de afgelopen jaren altijd vrijgehouden. We hebben meerdere malen discussies gevoerd om daar wat mee te doen. Ik heb altijd gezegd, nee, dat houden we vrij voor de lange termijn ontwikkeling van ons stadion. Dus dat is nog steeds vrij en dat is een component die je in een bankencomponent zou moeten stoppen. Ja, heel kort, het gaat dus nog lang duren. Klopt. En het is ook de Rotterdamse tijdsgeest toch die tegen zit? Nee, dat is niet alleen de Rotterdamse tijdsgeest. Je hebt mij wel eens die plannen laten zien of het idee dat er moet worden gebouwd in Rotterdam en dat dat ook wel eens om het kasteel heen zou kunnen gaan gebeuren. Klopt. Dat is die gebiedsontwikkeling. Maar dat is bij Feyenoord natuurlijk ook aangekondigd. Ja. En het stadion wordt gecompenseerd, want je kan dan minder. Maar dan moet jij toch ook denken van hoe er gebeurt hier van alles om ons stadion heen. We moeten daar toch op voort kunnen borduren. Ja, wat kunnen we van de gemeente verwachten? Nee, maar daar borduren wij zelf al voor. Ja. De gemeente heeft sowieso een capaciteitsprobleem. Heel Rotterdam, ik zit hier naar een toren te kijken die in aanbouw is. Heel Rotterdam, er moet ontwikkeld worden, er moeten woningen komen. De capaciteit is echt een groot probleem. Wij gaan zelf dat initiatief en risico nemen om tot planontwikkeling rondom ons stadion te komen. En vanuit die planontwikkeling is dus een gebiedsontwikkeling, moet er revenue ontstaan en die revenue moeten terugvloeien naar het stadion. Als we met z'n allen het idee hebben dat er één partij is die ons 20, 30 miljoen, 30 miljoen gaat lenen, want dat hebben we wel nodig, hè? En dat heb ik inmiddels ook wel getoetst in de markt. Als je wat met je sponsorfaciliteiten wil en met een tribunecapaciteit wat wil, dan ga je in het geval van Sparta ga je met 2000 plaatsen en wat extra ruimte in het hoofdgebouw, ga je 30 miljoen euro zul je zo uiteindelijk wel nodig hebben. Dat gaan wij van één partij niet lenen. Er is geen partij in Nederland die ons met geen onderpand een fatsoenlijke rente, dan begin ik al over 5% en die vind ik al te veel. Maar zij zullen zeggen, ja, fatsoenlijke rente begint minimaal op 10%. Een fatsoenlijke rente, want anders gaat het ten koste van het voetballen. En een lange termijn financiering. Dit moeten financieringen zijn van 20, 30 jaar. Dus we moeten zelf plannen bedenken, zeg je? We moeten zelf plannen bedenken. Maar zijn dat plannen als woontorens op iedere hoek? Wat voor plannen heb je? Nee, want ik vind wel, wat ik belangrijk vind, is dat je uiteindelijk wel je stadion. We moeten wel een stadion houden. Een stadion is ook een plek waar supporters zich aan committeren. En ik denk dat we dat bij Sparta prima voor elkaar hebben. Dat stadion onderhouden we ook goed. Mensen voelen zich er thuis. Volgens mij heb jij dat ook wel eens gezegd. Dat je trots bent op het moment als je naar het kasteel gaat. Hoe het eruit ziet, hoe het er van binnen
hebben uitleg. Nou, dat moeten we ook zeker koesteren met elkaar. Dus die uitbreiding moeten we over nadenken. Dat moeten we met draagvlak doen. Zeker met supporters. Daar gaan we supporters bij betrekken. Want we gaan wat doen met ons huis. Ons stadion. Dat moet de juiste uitbreiding uiteindelijk krijgen. Maar ja, dat gaan we niet zomaar 1, 2, 3 voor elkaar krijgen. En daar zullen we met elkaar de juiste planvorming voor maken. En uiteindelijk financiering voor moeten ophalen. En financiering is zeer complex. Maar vraag dat bij meerdere clubs na. Maar je zegt, we gaan het niet zomaar voor elkaar krijgen. Ik heb het idee dat het trek aan een dood paard is. Absoluut niet. Nee? Nee. Dus jij ziet wel voldoende aanknopingspunten. Want ik ben een beetje bang als ik jouw verhaal straks, als ik jouw verhaal zo hoor, dat jij zoiets hebt van, nou ja, is er nog wel licht aan het eind van de tunnel en wil ik nog wel bij Sparta blijven werken? Nee, want daar ben ik zojuist heel duidelijk in geweest. Ik ben zeer ambitieus. Ik geloof in het stadionproject. Het is een lange termijn project. Dat is ook helemaal niet verrassend, want nogmaals, kijk om je heen wat er nou daadwerkelijk gebeurt met stadion uitbreiden. Ik denk dat Sparta niet de enige club die wil uitbreiden, dan wel wil upgraden. Dat soort clubs zijn nog niet eens in staat, omdat ze bij wijze van spreken nog niet eens eigendom zijn. Dit is een lange termijn project en dat zullen we met elkaar moeten gaan accepteren. En ik heb liever vandaag dan morgen dat we gaan uitbreiden, een plan ontwikkelen. Dat hebben we binnen 3-4 maanden gedaan. Maar financiering, want daar gaat het telkens wel over. Financiering is zeer complex en het is een lange termijn financiering, fatsoenlijke rente. Het onderpand is een groot probleem bij een voetbalclub. Ga maar een partij vinden die met de huidige bouwkosten dit soort sommen aan Sparta gaat lenen. Maar je zei binnen 3-4 maanden hebben we een plan wel verzonnen, maar wat is dan concreet het plan? Want je was hier 7 maanden geleden was je hier voor het laatst. Ja. En heb je dat eigenlijk natuurlijk ook verteld. Ja. Het is toch wel, ik heb dat idee ook, een hoofdpijndossier. Geen dood paard, maar zeker een hoofdpijndossier. Het is een hoofdpijndossier. Maar we hebben dus een concreet plan. Nee, het plan, nee, weet je, liggen. De eerste prioriteit, Anton, en daar gaat op dit moment alle energie naar, dat is uiteindelijk die funding. Dat is het allerbelangrijkste. Omdat dat het meeste tijd van allemaal in beslag gaat nemen. Ja, op basis als we van morgen, een plan, nee, maar, ja, maar nee, uiteindelijk zullen we met elkaar tot een funding moeten komen vanuit 3 componenten. En de gebiedsontwikkeling, daarom noemde ik dat ook prioriteit 1. Wij zullen moeten komen tot een gebiedsontwikkeling om component 1 in ieder geval in te vullen. Zonder component 1 komen we niet aan component 2 en komen we uiteindelijk niet aan component 3. Want component 3 is de optelsom van 1 en 2. Ja, okay, wat draagvlak zal zo dragen voor component 3. Maar wat betekent dan dat Sparta aan gebiedsontwikkeling moet doen? Wat betekent dat dan? Dat we daar planvorming voor moeten maken. En daar is planvorming voor gemaakt. Maar dat hebben we naar buiten niet gedeeld. Ja. Dat is een traject wat we zullen moeten doorlopen met de gemeente Rotterdam. En dan vervolgens gaan we ook nog een discussie krijgen welke revenuen dan uiteindelijk terugvloeien naar Sparta. Maar ook dit soort zaken zijn helemaal niet zo verrassend. Want iedereen is nu inmiddels bijna hartstikke trots op Terbregge. Maar wij zijn in 2016 met Terbregge al begonnen. Alleen dat speelde bij geen enkele supporters. Dus ja, we hadden het er niet elk half jaar over. Maar in 2016 zijn we al begonnen. En dat was in 2023 zijn we gestart met bouwen. Ja, of maar je vindt dit niet het moment om te zeggen wat dat plan dan inhoudt? Nee, maar het gebouw, dat is een hele makkelijke. Want het component, als het gaat over gebiedsontwikkeling, dat is een component waar de gemeente Rotterdam perspectief in moet zien. En dat perspectief is niet zo moeilijk, want dat is uiteindelijk dat we iets moeten betekenen voor de gemeenschap. En dat betekent dat de gemeente Rotterdam heeft op dit moment een enorme behoefte aan woningen. Ja. Dus er zullen, en dat is ook niet verrassend, want de gemeente Rotterdam heeft rondom het stadion, en dan hebben we het over het park, dan hebben we het over, even heel simpel gezegd, het Cruijff Court, dan hebben we het over P1. Dat hebben zij aangemerkt als potentiële woninglocaties. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren zonder Sparta. Ik wil het stadion dossier nu gaan afronden met nog één positieve vraag. Op welke termijn, als jij nu je meest positieve bril opzet, Manfred, kunnen we wat verwachten? Wanneer zie je iets in het stadion qua uitbreiding van de capaciteit en op welke termijn? Ja, dat snap ik. Ik snap dat iedereen op zoek is naar die datum. Maar die datum ga ik helemaal niet noemen. Omdat die datum. Dat is 1 jaar, maar dat is eerder 3 jaar dan 1 jaar. Misschien nog wel langer. Ja, maar vind ik. Kijk, als je zegt van wanneer gaan we wat zien in het stadion? Volgens mij hebben we met elkaar heel veel gezien in het stadion wat er op dit moment allemaal al gebeurt. Als je kijkt naar de horecapunten, de toiletpunten, dat is allemaal vooruitlopend op toekomstige uitbreiding. We hebben een verduurzamingsdeal met elkaar recent afgesloten. 5 miljoen euro. Ook daarin zit bijvoorbeeld de component
Elektriciteit, uitbreidingen en de voorbereiding daarin op toekomstige uitbreiding. De warmte investeringen van allerlei installaties die we nodig hebben om toekomstige uitbreiding überhaupt mogelijk te maken. Dus dat zijn allemaal componenten. En dit zijn componenten die helemaal niemand ziet. Horeca en toiletvoorzieningen zien we allemaal wel. Maar het zijn wel zaken die inmiddels allemaal gerealiseerd zijn. Maar als je me vraagt van heb je vandaag een datum om wanneer we de eerste paal gaan slaan, dan heb ik die niet. Daar zijn we heel druk mee bezig en dat zal zich moeten gaan ontwikkelen. En wij gaan onze focus nu in eerste instantie hebben op gebiedsontwikkeling. En in de tussentijd gaan we komen tot een gedragen planontwikkeling voor ons stadion. Net noemde je Terbregen. Dat zou in mei 2023 opengaan. Dat werd een jaar later. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ik denk dat aan de voorkant iedereen zich heeft vergist in de bouwtijd. Dat denk ik echt. En dat zijn meerdere partijen. Het is ook een flink complex. Ik denk dat iedereen uiteindelijk ontzettend trots op gaat zijn. Maar het is een flink complex en het zit gewoon tegen op een aantal aspecten. Punt. Punt. Gerard. Ja. Lang geluisterd naar het verhaal van Manfred. Dit wist je allemaal, neem ik aan. Zeker. We hadden net ook over een contract van Manfred. Die blijft nog wel eventjes. Jij blijft ook nog gewoon nog steeds. Ja. Ook volgende zomer, volgend seizoen ben je gewoon de TD van Sparta. Ja, zeker. Word je ook gebeld? Ja, goed. En vertel je ook alles eerlijk aan Manfred? Van joh, nu heeft die en die club gebeld. Wij vertellen alles tegen elkaar. En heb jij wel eens langer dan 24 uur na moeten denken over een aanbieding die je hebt gehad? Ja, zeker. Ja? En waarom heb je het niet gedaan? Gewoon in de breedste zin bedoel je? Ja, je mag ook wel een iets smallere zin zeggen, maar waarom heb je het niet gedaan? Omdat ik waar ik toen bij de club waar ik toen werkzaam was, voldoende mogelijkheden. Nee, nu hè? In je Sparta-tijd heb je in je Sparta-tijd wel eens een aanbieding gehad waarin je langer over na moest denken? Geen aanbieding. Nee. Oké. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een hoofdjeugdopleiding is aangesteld eigenlijk? Ben Kins is het geworden, maar waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, omdat we heel zorgvuldig te werk zijn gegaan en dat ik ook van de gelegenheid gebruik heb gemaakt om naar de opleiding te kijken en vooral de doorstroming van die opleiding. Hè. Een pijler van onze club is ook doorstroming eigen opgeleide spelers in ons eerste elftal. Niet helemaal gelukt. Dat moeten we dus tot op de dag van vandaag ook constateren dat nog niet een mooie een doorstroming geeft. Hoe komt dat? Wij denken wel dat er een aantal jongens zich aan beginnen te dienen. Nou, het gaat altijd om kansen krijgen en kansen pakken. Hè, dus ook juist laten zien dat je de kwaliteit hebt om in het eerste elftal te kunnen spelen. Eerste elftal gaat natuurlijk geweldig. In die zin dat ze grote stappen zetten. Dat is niet altijd zomaar dat een jeugdspeler dat kan volgen. Aan de andere kant, talent laat zich niet in de weg staan. Dat laat zich niet tegenhouden. Nee, maar dat is maar wel zo. Maar in de vorige podcast zei je, nou ja, Jesse Bal komt eraan. Van Wageningen, Juxel. Maar ja, nu zijn we een half jaar verder. Heeft Van Wageningen 0 minuten gespeeld. Ja. Bal 4 minuten. En bij Juxel is zijn contract niet verlengd. Nee, maar goed. Kijk, dat is natuurlijk van met dit soort gelegenheden. Dat je, als je het over mensen gaat hebben, in dit geval talenten vanuit de jeugdopleiding, en het gebeurt niet, ja, dan word je daarmee om de oren geslagen. En dat snap ik heel goed. Ja. En dat hebben wij ook geconstateerd, dat die jongens tot op heden nog niet de stappen hebben gezet. Dus dat heb ik eerst gedaan om te kijken van, hey, waar kunnen we meer focus krijgen binnen jeugdopleiding? Daardoor hebben we Jesper in een andere positie gezet. Hij houdt nog steeds de eindverantwoordelijkheid over het scoutingsapparaat. Maar zal ook de focus krijgen op die talenten waarin wij denken die op termijn vroeg of laat de stap kunnen gaan zetten naar het eerste elftal. En even voor de duidelijkheid, Jesper Gudde die is gegaan van hoofdscouting naar technisch manager. Positie van technisch manager. Ja, en een van zijn takenpakket, een van zijn werkzaamheden binnen zijn takenpakket is om de jonge contractspelers te begeleiden. Die van onder 17, onder 19 en jong. Normaal is dat vanaf de onder 17. Alleen we kunnen natuurlijk ook als 16-jarige een contract geven. Die begeleidt hij natuurlijk ook uiteraard. Omringd door de trainer, het hoofdopleidingen, de performance. Maar je hebt onderzoek gedaan naar zeg maar de hoofdjeugdopleiding of naar de opleiding. Wat is een aspect wat beter moet in de toekomst in jouw optiek? De positie die we hebben geformeerd waar
Jesper nu zich mee bezighoudt. En focus krijgen op dat talent, om die het juiste programma te geven. Om die de juiste dingen te laten doen, waardoor die wat makkelijker de stap zou kunnen zetten en sneller in beeld gaat komen bij een eerste selectie. Daarnaast kijk je dus naar een ander soort profiel voor je hoofdopleidingen. Nou, hoofdopleiding is meer ontwikkelen, meer coach-to-coach programma's, het vasthouden van de lijn, het DNA van Sparta. In plaats van alles, het hele pakket wat een hoofdopleiding normaal gesproken moet doen, wat het in het verleden was bij Sparta, hebben we daar meer een knip gemaakt. En waarom is Ben Kins de ideale kandidaat? Omdat wij denken dat hij daar beste invulling aan kan geven. Wat maakt hem uniek? Nou, hij heeft natuurlijk een verleden bij de club. Al is hij niet zo lang geweest. Keeper ook geweest, hè? In de keeper, ja, ja, precies. Daarnaast komt hij uit de regio. Rotterdammer. Ook een belangrijk aspect heeft. En heeft gewoon ervaring opgedaan op verschillende niveaus. En nu zelfs bij een aantal jaren bij PSV. Topclub toch in Nederland binnen de opleiding gefunctioneerd. Dus ik denk allemaal hele goede aspecten om Ben in deze functie te krijgen. Ja. En, duurde niet zo lang, hè, die gesprekken. Dat ging heel snel. Hij wilde heel graag en jullie wilden heel graag. Nou, ik denk dat we nog wel 3-4 gesprekken hebben gevoerd. Dat ik ook vooral wel belangrijk vind om draagvlak daarin te krijgen. Maar het was wel vanaf moment 1 dat ik het gevoel kreeg dat Ben heel graag wilde. En dat gevoel kreeg ik en de mensen die bij die gesprekken aanwezig waren ook. Dus dat liep zeer goed. Daar was jij ook bij, Manfred, bij dit soort gesprekken. Nee, ik ben wel op de hoogte natuurlijk van de gesprekken en de kandidaten die op het lijstje staan, die Gerard spreekt. Maar vervolgens zijn die gesprekken aan Gerard met zijn team om te voeren. Vind je het ook teleurstellend dat er zo weinig jeugd doorstroomt na het eerste? Ik vind dat de realiteit van een jeugdopleiding. Nogmaals, wat bedoel je daarmee? Nou, omdat de jeugdopleiding is een lange termijn investering en die kent golven. En dat de golf weer eens een keer aan moet breken, dat er talenten doorbreken in onze eerste elftal, daar zijn we het over eens. Maar we moeten wel gewoon realistisch met elkaar zijn en niet denken dat er elk jaar 5 of 3 tot 4 tot 5 doorbreken. Dat is gewoon niet realistisch en dat is dat is wishful thinking. Je gaat nu geen namen noemen, hè? Nee. Van spelers die door gaan breken, want dan word je meer om je oren geslagen. Je kunt natuurlijk wel van jongens die je een contract geeft, ja, die wil je beschermen. Ja, ik heb het idee dat het wel meer gebeurt, dat er meer jeugdspelers nu contract krijgen. Dat is ook de ontwikkeling in het voetballandschap. We moeten gewoon onze eigen spelers, jeugdspelers beschermen, waarin wij de potentie zien dat zij het op termijn eventueel kunnen halen. Opzet gaan halen, ja. Dat is natuurlijk, als fan zie je die berichten dan online. Altijd die leuke foto en vaak zit er familie bij. Maar is dat eerste contract nou al echt een investering voor Sparta? Of is dat, we zien wel wat er gebeurt? Hoe moet ik, dat nou plaatsen? Elk contract is een investering. Ja. Ja. En dat zijn niet de contracten die we aan Tobias Laurensen geven, uiteraard. Mm-hmm. Ja. Maar het is wel een mooie eerste opstap om van echt jeugdspeler zijn, in een contractsituatie komen waar je meer de focus kan krijgen op het dagdagelijkse trainen en spelen van wedstrijden. Dus bijvoorbeeld Dari, hè, die inviel, deed die goed trouwens. Hamza daar goed, die heeft natuurlijk ook zo'n contract. Ja. Wat is dan zijn perspectief? Nou ja, goed, ik denk dat Hamza een van die spelers is die heel dichtbij zit. Hè? Want die heeft al regelmatig een invalbeurt mogen maken. Het traint volledig mee bijeen. Zal naar verwachting ook volgend seizoen volledig aansluiten bij de eerste selectie. Die zit er op zich best wel dichtbij. Alleen het gaat nog steeds om dat klein volgende stapje. En dat is niet alleen maar dat je dat kunt regisseren en dat je dat kunt plannen. En dat je kunt zeggen, nou, we gaan het zo inrichten, die selectie, dat Hamza die stap kan zetten. Dat heeft ook een beetje met geluk nodig. Hè? Dat hij op het juiste moment, wat Thijs Veldhuizen is overkomen met Mike Eerdhuizen, dat je concurrent geblesseerd raakt en dat jij dan net die kans krijgt en het goed doet. En dan ga je er niet meer uit. Dus dat aspect moeten we ook niet vergeten. Dat was ook de vraag van Pieter. Ik ga nu naar een aantal korte vragen van luisteraars. Gaan we er snel doorheen. We zijn al bijna anderhalf uur bezig, mannen. Ik weet niet.
Of je nog van plan was om naar Volendam te rijden om die Bilal een contract aan te geven vandaag. Maar dan moeten we haast gaan maken. Ja, straks eerst naar Verbreggen. Ja, heel goed. Wat zit er in die gleuf? Pieter, jouw vraag is beantwoord. Gerald Smit heeft heel veel vragen ingestuurd die allemaal al zijn behandeld. Over Saito met Tinho, Nasso en Klein, het stadion. Oké, komt-ie. Ed Manfred en Laros. Nou, bij deze. Maar, en Gerard, neem ik aan. Ga zo door. Complimenten voor het bewaren van de rust in de spreekwoordelijke toko. Nog één vraagje, en die had Joey ook, die vraag. Hoe ver staat het met de vervanging van de geluidsinstallatie? Ondanks de afstelling is het echt nog steeds ondermaats en sfeerverlagend. Ja, we komen nu in dit soort categorieën vragen, ja. Maar we zijn open. Ik vind een goede vraag wat, Joey. Ja. En van Gerald. Nou, Manfred. Nee, ik snap die vraag. Dat is ook terecht de vraag, want dat moet beter. Volgens mij roep ik al enige tijd dat we daar druk mee bezig zijn. Daar zijn we ook echt druk mee bezig. En wat bijvoorbeeld wat makkelijker is met toiletten, met horecavoorzieningen, is de geluidsinstallatie. Toch wel blijkt uiteindelijk toch wel wat complexer te zijn. Duur ook, hè? Dan ik dacht. Ja. Nou, buiten de kosten, maar met name geluid. En dan kom je met ontruiming en dan kom je met brandweer. En dan, voor je het weet, moet je complete rapporten gaan schrijven. Intern heb ik er ook eentje achter me aan zitten. Die heet Wesley van Stam. Mm-hmm. Van wanneer dat gaat gebeuren. Ik zeg, Wes, ik ben er dag en nacht mee bezig. Dus rustig aan. Rustig aan. We hebben het toch gewoon over nieuwe speakers? Nee, dat is niks met brandweer. Nee. Op het moment dat je de installatie gaat wijzigen, dan ga je ook onder een andere bouw. Besluit vallen. En dat betekent bijvoorbeeld ook ontruiming en allemaal dat soort zaken. Ja, wat een baan jongen heb jij eigenlijk. Nee, dat klopt. Maar ik wil zeggen, bijvoorbeeld een realisatie van een uitvak, daarvan zegt iedereen, dat is niet zo moeilijk, schoelt, of uitvak, staanvak, stoeltje eraf en we gaan safe standing doen. Daar zijn we denk ik 14, 15 maanden mee bezig geweest. Alleen de roep was er niet zo nadrukkelijk om. En in dit geval wel. Maar wij vinden ook dat de geluidsinstallatie vervangen moet worden. Een lange mail van Marco. De noodzaak van sponsors is bij meer dan duidelijk. Die leveren meer op dan 10.000 supporters. Sterker nog, die hebben in het verleden de club in leven gehouden. Maar zijn er geen huisregels voor sponsorboxen? Ik word al langere tijd knettergek van die discolampen de hele wedstrijd. Dat is van de hoofdtribune niet te zien. Maar vanaf het kasteel en de zijkanten zeer zeker wel. Festivals zijn super, maar gaan daar dan heen met je genodigden. En actueel, nu schijnbaar ook nog de mogelijkheid om alles te kunnen draaien qua muziek. Dit hoeft geen verre toelichting, zegt hij tussen haakjes. We weten allemaal waar we op doelen. Geen probleem mee als er mensen aanwezig zijn van een andere club, de Brabantse verenigingen van de andere kant van de Maas of wat dan ook supporteren. Maar een klein beetje respect naar het stadion, de club en de echte Spartaan in het stadion is toch wel het minste wat af te spreken is. We kennen een vrij streng beleid op het gedrag van supporters, maar ook voor sponsoren, vraagteken. Gelijke monniken, gelijke kappen, al dus Marco. Ja. Maar dat beleid, dat strenge beleid, ik weet niet of het streng is. Ik vind dat we bij Sparta hartstikke gastvrij zijn. Dus dat zijn we ook zeker naar onze sponsoren toe. Maar we zijn wel scherp op een aantal onderdelen. Dat gaat over geluid, wanneer je het volumeknop opendraait, wanneer niet. Drankjes naar buiten toe, glaswerk of plastic. Maar, en ook muziek, daar hebben we al meerdere malen een discussie over gehad. Er zijn ook wel wat filmpjes daar wel eens naar buiten over gekomen. Daar hebben we al eens op gereageerd. En ten aanzien van het laatste filmpje daarvan hebben we ook zeker contact gezocht. Het is niet zo dat we dit soort zaken verbieden, maar iedereen heeft wel de gedachte dat we dat niet moeten willen. En dan zie ik zo'n filmpje voorbij komen van een compleet leeg stadion. En dan gaat iemand op het moment als de logehouder weg is, dan gaat hij een dergelijk lied aanzetten. En dan dat filmpje posten en allerlei partijen hashtaggen. En dan is de conclusie die ik eraan bind, ik vind het gewoon heel erg sneu. Sneu en provocerend. Ja, maar gewoon sneu en punt en geen aandacht meer. Maar je zegt dan eigenlijk dat die logehouder, die was er niet meer. Nee, die liep op dat moment heel even zijn loge uit. Ja. En dan wordt natuurlijk met Bluetooth of weet ik veel hoe dat dan werkt, wordt even zo'n speaker overgenomen. Misschien is het wel grappig bedoeld en dan een filmpje maken en posten. Maar ik vind, ja, doe dat nou niet. Je weet het goed zat, want anders film je het niet, post je het niet. Ga je niet allerlei hashtags plaatsen. Dus doe dat nou gewoon niet. En, dus je hebt een klein standje gekregen. Ja. Wat zei die logehouder dan? Nee, die baalde daar ook van, want die begrijpt dat heel goed, dat gewoon niet gepast is. Punt. Richard heeft een vraag. Ha, Gerard en Manfred. Is Sparta er klaar voor, ten einde de financiële middelen te vergroten, om meer sponsoren van buiten de Rotterdamse regio te halen? Ik hoor graag van jullie. Wellicht kan Anton de eerste lijntjes uitgooien naar Preston Palace. Die tent vind ik nou echt iets voor hem. Met rood-witte groen uit Almelo. Vrijwillige keuze, echt waar, van Richard. Ja, ik vind dat wij in commercieel enorme stappen maken. Het rood-witte mannen-diner was voor het eerst buiten Rotterdam. Dat klopt.
En mannen en vrouwen, moet ik zeggen. Dat klopt, absoluut. Maar ik denk dat wij ook wel wat sponsoren buiten Rotterdam hebben. Maar ik denk dat er in Rotterdam nog voldoende potentie is. Dat zie je ook overigens in onze inkomsten. We zijn van 9 miljoen omzet in 2021 naar dit seizoen 18 miljoen euro gegroeid. Dus we hebben dat inmiddels verdubbeld. En dat doen we niet alleen met Rotterdamse sponsoren. Maar dat geeft wel aan dat we enorme stappen maken ten aanzien van die omzet. En we moeten met name heel blij zijn met de sponsoren die we vandaag de dag bij Sparta hebben. En die moeten we ook koesteren. Zo is het. Xander, dit is echt een goede intro van Xander. Ik luister iedere week met heel veel plezier. Ik geniet van de ruzies van Anton en Ruud. En vind Frank een van de beste presentatoren van Nederland zelfs. Kijk. Ik ben ook blij met de openheid van Manfred en Gerard. Mijn vraag is voor Manfred. Ben je ook zo blij dat Vitesse degradeert? En hoop je ook dat FC Groningen niet promoveert? Dat scheelt volgens mij aanzienlijk in tv-gelden. Maar kan je uitleggen hoeveel dit zou zijn? Ja, kan ik zeker uitleggen. Belangrijk in eerste instantie dat wij kijken naar drie clubs. Naar twee clubs eigenlijk. En nu met Vitesse is dat de derde dan bijgekomen. De eerste is Groningen, die heb ik zojuist al uitgelegd. Dat we minimaal 12e moeten worden. De tweede, dat gaat wel lukken. Dat gaat wel lukken. Als Groningen terugkomt, hè. De tweede club waar we ons op focussen is Heracles. Wij moeten tussen Heracles en Sparta moet minimaal één club tussen zitten. En waarom is dat belangrijk dan? Stappen wij net over Heracles heen in de tv-gelderranglijst. Ja, en de derde club is dan in dit geval Vitesse. En je ziet dus met name aan Groningen hoeveel impact degradatie heeft op de lange termijn. Nou ja, goed, voor Groningen durf ik het niet te vertellen. Maar ik zie, dan val je dus enorm terug. Groningen is één jaar weg en wij vliegen nu over Groningen heen. En wat is het verschil? Wij gaan volgend jaar gaan de tv-gelder omhoog. We hebben een signing bonus gekregen en die wordt volgend jaar toegekend aan het laatste jaar van het huidige contract tv-gelden. Dat is 25 miljoen. Wij krijgen daar ongeveer 4% van. Dus we gaan een miljoen omhoog. En met deze twee clubs die ik zojuist noem, en dan hebben we drie, maar Groningen nogmaals, dat is in die zin al, gaan we die stap al maken. Maar met Vitesse en met Heracles, als we met name die laatste stap ook maken, waar het wel naar uitziet, gaan we nog een keer een miljoen plussen. Dus zo. Dan gaan we in totaal 2 miljoen omhoog. En dat bedrag, dat investeer je dus voor investeringen op de lange termijn, heb je net uitgelegd? Nee, ja, of mag niet alleen Gerard een klein beetje gebruiken? Nee, dat is absoluut niet. Want we hebben daarover gehad, ook al meerdere malen, van wat gaan we nu doen in de besteding. A, we hebben al heel veel investeringen gedaan. B, we lopen tegen enorme kostenstijgingen aan binnen onze club. Dus daar is dat ook een stukje voor bedoeld. Te Brugge, dat brengt in de nieuwe situatie een enorme kostenverhoging met zich mee. En C, we hebben de ambitie om tiende spelersbudget van Nederland, van de Eredivisie te gaan worden. Dus daar gaat ook een groot gedeelte van dat geld naartoe. Pieter heeft een vraag voor jou, Gerard. Waarom is de koopoptie op Sambo destijds niet gelicht? Waarbij ik me afvroeg, was er een koopoptie? Geen koopoptie. Nee, precies, dat dacht ik eigenlijk ook. Nou, Pieter, dat was een heel kort antwoord op je vraag, maar wel bedankt. RVM. Ik weet niet waar het voor staat, maar waarom is er geen verwarming op de eretribune? RVM heeft het een beetje koud, denk ik. Hebben een paar jaar geleden weggehaald. Oh ja. Gastralis in deze tijd vind ik niet meer passen. Oké, dan doe je maar een extra dikke jas aan. Prima. Jordi, is Sparta bezig om Pinto terug te halen van Vitesse? Nee. En blijven Rosanas en Warmerdam? Nou, Warmerdam heb je net besproken. Rosanas. Ja, bij Rosanas moet ook gaan kijken van of dat voldoende is voor volgend seizoen. Of dat hij in een andere positie terecht gaat komen. Hè, qua mogelijkheden om te spelen. Of dat het beter is om hem te verhuren of... Dat zijn ook jongens in de leeftijd die gewoon speelminuten moeten maken, ervaring moeten opdoen. En dat kan misschien niet bij ons, nou, dan moet het ergens anders. Stadionvraag. We hebben het al een beetje besproken, Manfred. Maar ik vind het toch belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zijn vragen in te sturen. Daarom gaan we er wel wat sneller doorheen. Spartaliticus. De potentie van Sparta is zoveel groter dan de ambitie. Kunnen we het kasteel verdubbelen in capaciteit? Met behoud van de monumentale waarde een volledige tweede ring erboven laten zweven. Te financieren door supporters die voor 10 jaar hun seizoensclubkaart of seizoenskaart vooruit betalen. Lijkt mij een tikkie ambitieus, maar geef zelf het antwoord alsjeblieft. Nee, ik weet niet in hoeverre de capaciteit we kunnen laten toenemen. Maar die ambities liggen zeker hoog. Maar laten we dan beginnen nou met stap voor stap. Dennis Neville is de eerste tribune die omhoog moet in zijn tribune en in zijn aantal. En als we dat gaan realiseren, dan gaan we daarna naar de volgende stap kijken.
Boas, dat vind ik een goede vraag. Kan een club als Sparta een samenwerkingsverband afsluiten met een club uit de KKD en afspraken maken waardoor er een bepaald aantal jeugdspelers meer minuten zou kunnen maken in de KKD, waardoor ze meer wennen aan het niveau en een grotere kans is waardoor ze beter worden, zoals Feyenoord en FC Dordrecht? Boas, was dit? Boas. Hoe oud is Boas? Kun je dat zien? Nee, dat kan ik. Boas krijgt een belletje van Jesper Gudde volgende week. Nee, dat is een hele goede vraag en daar zijn wij echt mee bezig. Ja? Ja. Dus we zijn in gesprek met een aantal KKD-clubs om te kijken van waar we jongens die dan nog niet... Zo'n Rosanas bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar er zijn nog wat meer jongens natuurlijk die, waarin we denken van hey, KKD zou nu prima kunnen. Hè, ja. Want ze hebben al voldoende wedstrijden in ons jong Sparta-team gespeeld op tweede divisieniveau. Maar ze moeten eigenlijk naar die KKD om echt te kunnen zien van, kunnen ze de stap naar de eerste? Zo'n Patrick Brouwer was een voorbeeld. Patrick Brouwer is eigenlijk het voorbeeld geweest van, van dit seizoen. Ging naar Emmen, hè? Maar ik denk dat we daar de komende jaren meer mee te maken krijgen. Omdat het eerste elftal gaat zo hard. Hè, en dat gaat echt naar die linkerkant van de ranglijst. En ja, je wil ze niet 70, 80 wedstrijden in Jong Sparta laten spelen. Eigen opgeleide spelers. Dus op een gegeven moment zoek je daar weer een platform, KKD, om dat soort jongens ervaring te laten opdoen. En zijn die clubs, als je het omdraait, staan die open voor dat soort samenwerking? Nou ja, we hebben toevallig nu net met een club daarover gesproken. En dat is echt best wel positief ontvangen. Ga je zeggen wie? Nee. Jammer. Omdat die club ook op zoek is naar talenten. Ja. En eigenlijk wat wij doen met City... dat daar eenzelfde constructie kan plaatsvinden. Maar je kunt het niet afdwingen. Hè? Dus je kunt niet zeggen van deze spelers moeten zoveel minuten spelen. Nee. Je moet stimuleren, voor de duidelijkheid. Ja. En het is niet zo dat jullie die club een beetje betalen, toch? Van voor de samenwerking. Dan is het gewoon van beide kanten een win-win situatie. Ja. Ja, goed, je hebt te maken met een doorlopend contract. En je gaat overeenstemming bereiken over de huurovereenkomst. Ja. En dan betaalt Sparta een gedeelte van het salaris en de club een gedeelte van het salaris. Eigenlijk doen wij precies hetzelfde wat Manchester City, de City Group, met ons doet, doen wij dan met die KKD-club. Ja, en dat dus is? Dat betekent dat wij iets tegemoetkomen in de kosten. Wat voor een club lastig is om dat op te hoesten. Je zet er een stuk performance bij van hey, als hij gaat spelen, dan gaat het minder kosten. Want dat is een belang voor ons. In plaats van dat een speler op de bank gaat zitten, gaat hij op de bank zitten daar. Hebben ze het niet goed gescout aan de voorkant. En dan zullen ze meer daarvoor moeten betalen. Nou, dat soort constructies doen we nu ook met de Citigroup. Ja, dat is stimuleren. Wat is de volgende stap dan? Nou, afwachten totdat die club zegt ja of nee. Wacht op een belletje. Nou ja, goed. Ik geef aan, we hebben met een club gesproken. Maar we zijn met meerdere. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Jan Ambachtsheer, die reageert ook vaak. Dus leuk dat hij kijkt en luistert, net als alle andere mensen. Ligt het aanpakken van het sanitair op de kasteeltribune op schema? Blijft de Bosselaar beschikbaar op wedstrijddagen nu de jeugdopleiding vertrekt? En komt de Wall of Legends snel weer terug? De Wall of Legends gaat komende zomer opnieuw beplakt worden. Dat is één. Bosselaar, ja, natuurlijk blijft hij gewoon beschikbaar op wedstrijddagen. Ik zou niet weten waarom niet. Maar goede vraag. En de andere vraag was sanitair kasteeltribune. Wij zouden, als ik het goed zeg, deze zomer zouden wij de kasteeltribune doen. Deze zomer zouden wij de Bok de Culver tribune doen. Dat hebben wij naar voren getrokken in 2023. En als het gaat over de kasteeltribune, dan is de planning die er nu ligt, is dat 2025. Roderick, echt een mooie Sparta-naam. Is het werk van Jesper Gudde veranderd nu hij geen hoofdscouting, maar technisch manager is? Nou, dat hebben we net al een klein beetje besproken natuurlijk. Daar is hij ook content mee. En dat is ook belangrijk in zeg maar contractonderhandelingen. Dat iemand niet praat met hoofdscouting, maar echt met technisch manager. Ja, dat is een beetje. Vooral met onze buitenlandse contacten is dat wel een belangrijk. Waar ik zelf benieuwd naar ben. Hè. Jullie hebben wel eens van die bijeenkomsten van, is dat Y-Scout? Nee, Transfer Room. Transfer room, ja. Hoe gaat nou zo'n middagje of avond? Kan je me even in 1 minuut bijpraten? Dan komen jullie ergens aan een tafel en dan zitten jullie met... Nou, ik noem maar wat, een Brunnbu aan tafel. En dan zeg je, joh, wat heb jij? Of moet je dan intekenen vooraf? Hoe gaat zoiets? Nou, het zijn 2 volle dagen waar we in totaal 30 wedstrijden of 30 gesprekken voeren van 15 minuten. Een soort speed dating. De stopwatch loopt mee. Ja? En kan je dan vooraf aangeven met wat voor club je spreekt? Nou, in de voorbereiding, dat is eigenlijk net zo belangrijk. Wij willen met de juiste partijen aan tafel zitten. Dus je krijgt een maand voor die tijd de gelegenheid om al die tijdslots in te vullen.
en met de juiste partijen aan tafel te komen. Nou, vaak gaat het dan ook omdat wij natuurlijk wel zoveel contacten hebben, dat we bijvoorbeeld als een Brumby een club zou zijn, dat we dan al even met de technisch manager of technisch directeur van Brumby contacten van, hey, wij willen graag met jullie praten. Kan dat op de maandag om van 14:15 tot 14:30? Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we het beide bevestigen. Okay. En dan praat je alleen met buitenlandse clubs, neem ik aan, hè? Want die Nederlandse clubs kan je hier ook spreken. Nee, inmiddels ook wel met Nederlandse clubs, moet ik zeggen. Die zijn natuurlijk daar ook goed vertegenwoordigd. Bijna alle eredivisieclubs. Maar we hebben ook natuurlijk de pauzes en het avondprogramma. Ja. Waarin we dan vaak nog met collega-clubs uit Nederland, maar ook wel met zaakwaarnemers, want die zijn er ook aangekoppeld aan Transfer Room. Ja, dat je dan formeel, informeel nog een aantal gesprekken voert. En dat lijkt me nou zo interessant om een keer bij te zijn. En dan daar zou ik nog wel een keer een reportage over willen maken, Gerard. Nog een microfoontje opspelden. Nou goed, ik zal je het contactgegevens doorgeven. Ja, maar dat lijkt me echt hartstikke interessant. Weet ik dat je niet binnenkomt. Nee, maar ik kan ook undercover, hè. Ik bel Kees van de Spek gewoon. En dan, Alberto Stegeman, doe ik een vermomming op. Nee, maar super waardevol. Ja. TD's die direct, TM's die direct met elkaar in. Ja, lijkt me hartstikke interessant. Ja. Stef van Winden, hoe ingewikkeld is het om de tribunes in ons stadion door te trekken naar de rand van het veld? Manfred, dat is de eerste. Daarna kom ik met mijn vervolgvraag. Ja, dat is bouwkundig niet ingewikkeld, maar veiligheidstechnisch wel ingewikkeld. Want het is onze vluchtroute. Dat is één. En als tweede, daar zitten ook alle onze voorzieningen van onze sporters. Dus toiletvoorzieningen, horecavoorzieningen. En het gaat ook niet de aantallen opleveren die we willen. Is de vraag naar kaarten nog altijd groot genoeg voor uitbreiding? Waarschijnlijk wel. Wij gaan komend seizoen starten met een wachtlijst. Die hadden we afgelopen seizoen niet nodig. We zitten nog steeds in het seizoen. Ik bedoel, de afgelopen seizoenskaartverkoop hadden we die niet nodig. Komend seizoen gaan we die wachtlijst bijhouden. En dan gaan we dat zeker volgen. De enige wachtlijst die we op dit moment hebben is op ons minder valide terras. En hoe duur worden ze seizoenskaarten? Nou, dat is al bekend geworden, hè? Want mooi filmpje met Denzel Dumfries. Leuk gedaan. Ja, geweldig. Ja, dankjewel voor Denzel. Ja, 10% omhoog ongeveer. De Dennis Neville, dat wordt €275. Dat was €250. Kan je daarmee leven? Voor volwassenen, ja, prima toch? Ja, toch? Ja, zeker. €16 per wedstrijd, inclusief een bekerwedstrijd. Ja. Ik zou zeggen, kom een keertje wat verder in de beker. Dat zou wel lekker zijn, denk ik. Dat willen wij wel weer betalen, hoor. Dat is goed. Ja, maar geldt niet voor play-offs en Europees voetbal, heb ik me laten vertellen. Wij houden als omslagpunt ongeveer altijd 10 wedstrijden aan. Dus als je een seizoenskaart koopt, dan ben je, als je 10 wedstrijden normaal gesproken een kaartje zou kopen, dan ben je er met je seizoenskaart uit. Nu is er net op het allerlaatste moment nog een vraag binnengekomen. Ik zeg hem even uit mijn hoofd. Er is maandag een vergadering van de KNVB over. Er wordt ook gestemd wie de nieuwe bondsvoorzitter moet worden van de KNVB. Maar Sparta schijnt niet uitgenodigd te zijn. Nee, we zijn niet ingelood. Niet ingelood? Waarom niet? Hoe werkt dat? Dat werkt heel simpel. Het gaat over de verkiezingen van de bondsvoorzitter. Ceremoniële functie, met name in Nederland. In buitenland heeft het wel, buitenlands met name UEFA, heeft het wel wat meer impact. Dus we moeten daar zeker een goede afgevaardigde hebben. En het werkt als volgt. Op de vergadering zijn 60 stemmen. 30 voor de amateurs. Want de bondsvergadering is de samenkomst van het amateurvoetbal en het betaald voetbal. Daar hebben de amateurs 30 stemmen. Daar heeft het betaald voetbal 30 stemmen. We hebben 34 BVO's in Nederland. Dus elke 6 jaar, als ik het goed zeg, worden er 4 clubs vrij niet ingelood. Op wie had Sparta gestemd? Op wie had Sparta gestemd? Ik vind Frank Pauw een hele goede kandidaat. Waarom? Waarom? Omdat hij een bekende is in Den Haag. Ik denk dat we in Den Haag nog heel veel te winnen hebben als het gaat over het betaald voetbal. Je weet wel dat hij uit supporters behoorlijk aan banden had willen leggen. Ik denk dat een zin is die een beetje uit zijn verband is getrokken, dat denk ik sowieso. Ik kijk gewoon met name in eerste instantie naar de beste kandidaat. Ik blijf van mening dat Frank Pauw is, maar ook Europees bij de UEFA. Daar is hij een hele goede bekende. Het is een man, als hij binnenkomt, dan komt er ook echt wel wat binnen, want het is een flinke lengte. Ik heb hem overigens ook nog besproken met de sportsvereniging en die als wij hadden moeten stemmen, dan hadden zij daar ook niet een directe mening op tegen. Ik heb dat Frank Pauw wel besproken. Denk je dat hij het ook gaat worden? Ik denk dat hij meer dan goede kans maakt. Ja. Oké. Okay. Anton, voordat we naar de glazen bol gaan. Heel kort, heb je nog iets op je lijstje wat je echt... Ja, dit is zo belangrijk, dit moet ik nu bespreken. Wil ik al 7 maanden vragen. Want we zitten natuurlijk met veel meer mensen in een stadion. En dat betekent ook dat er gewoon meer dingen gebeuren. Als je met meer mensen bent.
En de laatste tijd zijn er toch op de Dennis Nelvel, vooral waar ik dan zit, toch wel wat lelijke dingen gebeurd. Hoe zit het nou met de veiligheid van ons stadion? Want wij draaien natuurlijk met die stewards. Dat zijn volgens mij vrijwilligers met een vergoeding. Ja. Andere clubs draaien volgens mij al met profs. Wat voor ontwikkeling zit er nou in het veilig houden van het stadion, nu we met meer mensen zijn? Kijk, ik denk in eerste instantie, het stadion van Sparta moet aan alle veiligheidseisen voldoen. Ook daarin komt overigens de brandweer wederom in beeld, want zij hebben daar ook een mening over. Dus elk jaar dienen we daar ook allerlei verklaringen voor af te geven. Ons stadion voldoet veiligheidstechnisch aan alle eisen. Dan investeren wij de afgelopen jaren ook nog eens een keer extra in camera's. Niet omdat we dat nou aan zich willen, maar we vinden het met name ontzettend belangrijk dat als er personen in ons stadion zijn, supporters, laten we ze sowieso supporters noemen, in ons stadion zijn die zich misdragen, dan zijn we niet uit om een stadionverbod te geven. Maar wat wij beogen is dat er wel ten alle tijde de sfeer die we bij Sparta hebben, de unieke sfeer die we bij Sparta hebben, die moeten we met z'n allen bewaken. En als iemand zich misdraagt, dan moeten we hem kunnen herkennen, dan moeten we terug gaan leiden daarna, want dat is de grootste opgave. Wie is het? En vervolgens moeten we zorg dragen dat die persoon enige tijd, nadat we hem gesproken hebben, enige tijd niet meer in ons stadion actief is. Maar ons stadion, als ik alles erop en eraan pak, dan voldoen wij aan alle eisen. Ons veiligheidskosten zijn de afgelopen jaren verdubbeld. Dus de verantwoordelijkheid die wij voelen, en ook zeker denk ik ook Gerard, die wij met elkaar voelen als het gaat over veiligheid in ons stadion, die staat heel erg hoog op het lijstje. Maar jij ziet ook een toename in dingen die gebeuren omdat we met meer mensen zijn? Ja, is het een sfeer die we beter moeten bewaken? Ja, maar dat bewaken, dat ligt ook in eerste instantie bij de club en bij de directie. En vandaar dat we er ook op investeren in de dagelijkse kosten, maar ook nog eens een keer in de investeringen, maar ook in het personeel. En wij moeten er, als het gaat over, jij hebt het over bewaken, wij moeten dat bewaken en wij moeten ervoor zorg dragen dat degene die zich niet gedragen, dat we die het stadion uitzetten. Er is gevochten op de tribune. Ja. Er was racisme op de tribune. Ja. Waarom communiceren we niet wat feller op wat daar nou de straffen voor zijn? Nou. Want iedere keer is dat bericht van, nou, we hebben stadionverboden uitgedeeld. Ja. Dat is twee alinea's, dat is heel kort. Ja. Terwijl ik zou zeggen van, nou, laat weten dat als jij dit flikt, ben je gewoon niet meer welkom. Je hoeft geen namen te noemen, maar. Nou ja, daar neigt het dan bijna naartoe. Hè? Maar als je verder gaat dan de details, dan in de details die jij zou willen, dan komt het bijna toch wel op persoonsniveau. Dan moeten we ook nog aangeven welk incident het was en hoeveel maanden die heeft gekregen. Af en toe kan er wel eens een vechtpartij op de tribune zijn, waarna wij beide personen identificeren, dat we ze op kantoor tegenover elkaar zetten. En dat er dan toch wel andere woorden worden uitgesproken dan hetgeen wat op de tribune heeft plaatsgevonden. En op basis daarvan gaan we dan ook weer de maatstaf dan wel misschien wel aanpassen of we gaan iets met met een bepaalde voorwaardelijkheid doen. En als we dat telkens moeten gaan communiceren, dan ga je daar verschillen in zien. We zijn niet de strengste jongetje van de klas, maar wij vinden wel dat we fair moeten straffen op het moment als iemand zich misdraagt. En als we dat telkens moeten gaan communiceren, gaan we daar discussies over krijgen. Gaan we discussies krijgen waarom hij 18 maanden, waarom hij 16 maanden, waarom hij 8 maanden verantwoordelijk. Dat is maatwerk en wij wegen dat in alle zorgvuldigheid af. Maar we gaan niet elk incident naar buiten toe rapporteren. We zijn een voetbalclub, we moeten over voetbal praten. En we gaan niet elke maandag na een thuiswedstrijd beginnen met, nou, en dit zijn de straffen die we uitgedeeld hebben. Laatste dingetje, maar de vrijwillige stewards, is dat in deze tijd nog houdbaar, dat systeem? Ik ga je vertellen, vrijwillige stewards, wij zijn super zuinig op ons stewardkorps, maar wij zien het stewardkorps alleen maar verkleinen. Ja, terwijl we de aantallen moeten halen, dus wij huren steeds meer stewards ook in. Ja. En veiligheidsdiensten. Ze komen bij andere clubs vandaan, hè? Ja, bij andere organisaties en andere organisaties stelt ze ook weer bij andere clubs. Ja, dat is hetgeen wat het vandaag de dag is. De glazen bol. Ik ben een puntje ingelopen op de rest, aangezien iedereen een overwinning had voorspeld tegen Volendam. Alleen ik had Tobias Lauritsen als eerste doelpunt te maken. Dat betekent dat de stand 14-17-27 is. Ik had gehoopt dat jullie namelijk konden voorspellen op de plek van Ruud. Want ik ben heel erg benieuwd naar jullie voorspelling voor PSV Sparta. En als je nu 0-3 zegt, dan bellen we de dokter. Het Riag. Ik laat het aan de kenner over. Nee, dit vind ik flauw. Nee. Iedere keer, ik heb teruggekeken, heb jij ook een voorspelling gedaan. Ja, dat klopt. En dat gaan we nu, als je weet dat je normaal gesproken daar niet gaat winnen, gaan we niet anders doen. Dus, wat wordt het? Gelijkspel. 1-1. Gerard?
Ik weet dat het een hele lastige vraag is. Iedereen verwacht natuurlijk dat het een show gaat worden van PSV. Omdat die dan kampioen zou moeten gaan worden. En die hebben natuurlijk een geweldig resultaat gehad tegen Heerenveen. Ik denk dat we gewoon gaan verrassen. En we gaan met 1-0 winnen. Echt waar? Zo heel geniepig, heel stiekem? Ja. En wie maakt hem? Nou ja, goed. Tobias is on fire. Dus ik denk Tobias. Nou, jij bent ook je altijd... voorstellen wat er dan gebeurt daar. Ja. Als Sparta daar wint en dat die bus dan langzaam wegrijdt met dat logo erop. Maar jij gaat nu twijfelen, Anton. Hè? Je gaat misschien toch nog even dat kaartje kopen. 1-2. Ja, ik wil het wel. Ga je niet daarheen? Zondag om kwart over 12? Nee? Nee, dat is niet ons feestje, denk ik. Nou, normaal gesproken niet. Maar hoeveel gaat het worden volgens jou? 1-2. Jongens, we zitten hier gewoon met... Niemand gaat zeggen dat PSV gaat winnen? Nee, maar dat is onze eer ten na, toch? Nou, kijk, van mij nieuw, hè? Nederland. Geen moeite mee, nee. Heel Nederland ziet ons als een soort Sinterklaas, maar ho-ho. Ja. Laat ze maar lekker aanvallen, dan counteren wij er wel genadeloos doorheen, toch? Oh ja? Ja. Oké, hoeveel wordt het? 1-2, wie maakt hem? Saito, oké. Onderdeel van zijn afscheidstour. Oké, nou, ik denk... 7-0 zeker. Nou, nee, want iedereen... Kijk, finales zijn nooit zo mooi, hè? Dus het wordt 3-4-0, laten we zeggen. Ruud had 2-0, dan ga ik voor 3-0 met Luc de Jong. Maar hoe gaan jullie daarheen? Op jouw niveau, niveau Sparta, waar jij nog steeds middenvelder bent, denk ik. Zeker. Als je dan speelt tegen een tegenstander die kampioen kan worden, dan neem je bloemen mee of een kratje bier. Ik denk niet dat jullie een kratje pils meenemen voor PSV, maar neem je wel bloemen mee? Nee, maar op een moment als iemand kampioenschap in Nederland haalt of de beker of nou, allemaal van dat soort zaken, dan laten we geven meestal wel een blijk van waardering. Maar die neem je niet alvast mee? Nee, nemen we niet mee. Gaan we niet op de dag zelf doen. Dan is die aandacht van hun daar ook helemaal niet voor. Zij willen een feestje vieren met PSV. Als ze tot dat feestje komen, laat dat ook heel duidelijk zijn. Met een gelijkspel zou dat wel zijn, wat ik voorspelde. Ja, zou dat wel zo zijn. Ja, maar mijn 0-1 niet. Nee, maar jouw 0-1 niet, nee. Nee, maar... Nee, maar goed, we... Maar hoe vlieg je nou zo'n wedstrijd aan? Heb jij contact gehad met Jeroen Rijsdijk? Wordt het ingraven net als tegen Feyenoord? Of probeer je een klein beetje te gaan voetballen? Hoe moet Sparta dit nou aanvliegen? Ja, goed, je moet... Heb je überhaupt contact met Jeroen Rijsdijk hierover? Wat denk je zelf? Nee, nooit. Nou ja, over deze specifieke wedstrijd. Ik ben benieuwd of hij zegt... We hebben over de hele week hebben we contact. En spreken we over alles. Of het nou over de wedstrijd gaat of... spelers of wat dan ook. Dus met een hoofdtrainer sta je elke dag in contact en bespreek je alles. Ja, maar Sparta gaat er niet dat lekker heen om lekker te ballen, toch? En ten tweede is van ja, het gaat altijd erom dat je een strijdplan gaat opstellen. En dat gaat presenteren aan je groep. En dat gaat betrainen om een zo goed mogelijk resultaat te slepen. En hoe is dat? Of ga je dat nog niet zeggen? Dat is aan de staf. Ja. Dus dat moet je vrijdag gaan vragen. Ja, doen we. In jullie perspraatje. Gaan we doen. Willen jullie nog ergens op terugkomen? Zo aan het eind van deze toch wel weer lange podcast. Maar ja, we hebben zoveel besproken. Of is er een themaatje waar jullie nog even willen aansnijden? Nee? Kom eens wat vaker. Nou ja, 2 keer per jaar. Ja, nou, het vorig seizoen was het vaker, hè? Nee, volgens mij niet. Jawel, dat het rood witte mannen en vrouwen ineens. Oh ja, dat was toen op locatie. Dat had nu ook gekund, trouwens. Winterstop, volgens mij. Stop niet. Nee. Maar bij het rood-witte mannen- en vrouwendiner hebben we het wel over gehad. Alleen daar was de locatie ook niet geschikt voor. Nee. Ook qua akoestiek. Wat een mooie locatie in die kerk, hoor. Maar daar hadden we niet op moeten nemen. Dus gaan we gewoon kijken waar we het volgend jaar kunnen. Als we in het Westland zitten, dan... Daar ben ik groot voorvechter van, ja. Dat lijkt me goed. Oefenwedstrijd, niet tegen een buitenlandse club, hè? Op dit moment hebben we niets in onze voorbereidingsprogramma staan... Wat buitenlands klinkt. Ik zag Excelsior 20 en NAC onder andere. Dus zijn we aan het eind van deze podcast. Bijna 2 uur, mannen. Pff, ja, niet normaal. Hebben jullie gezegd wat jullie wilden zeggen? Ja. je stelt de vragen. We hebben er helaas heel weinig sturing in. Maar ik denk dat alle vragen wel zijn beantwoord. Ik ben met name heel blij dat het tegenwoordig heel veel gaat over het voetballen. Dat zei ik net heel even. En ik ben er heel blij mee. Heb jij het gevoel, Anton, dat alle vragen gesteld zijn die we wilden stellen? Ja, ik ga nog wel een paar keer terugluisteren, denk ik, om alles even goed te horen. Zeker, zijn stadionverhaal, daar moet ik nog even op studeren. Ja, het zat op ongeveer 1:10, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, dus, heel goed, dankjewel. Nee, het is altijd goed als ze er zijn. Wat mij betreft doen we het vaker.
Dat punt is nu duidelijk, Anton. Ja. Ik zeg tegen Ruud en tegen Robert, fijne vakantie. Als Robert volgens mij in Madrid voor zaken. Maar Ruud, gewoon all inclusive in Egypte. Is dat een vakantie voor jullie, ja of nee? Nee. Nee. Nou, nee. Succes. Geniet van een wedstrijd in Eindhoven. Tot de volgende keer, bedankt. Dankjewel. Als Spartanen sterven wij in de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!